Je hebt letterlijk een connectie met je darmen en je brein. Dat noem je Good Brain Access. Dus als jouw darmen niet goed zijn, dan ben je eigenlijk net een persoon die op de fiets heel hard aan het fietsen is, maar tegen de wind in. Vandaag tegenover mij, Jorn Kerkels Van een blowende puber naar de Nederlandse Endor Humanen. Kijk, het leven wat wij hebben is een normaal leven. En ook ondernemers die het luisteren, hebben gewoon meer verantwoordelijkheden. In mijn optiek heb je alle recht om jouw leven echt te zien als topsporter. Wat voor gevolgen heeft een gebrek aan aandacht en tijd voor een ondernemer? Hoe ziet jouw leven eruit? Wat prioriseer jij? Is dat maximaal fitness? Game, muscle game of weer een maximale mental clarity. Daarom zijn vaak gespierde mensen ook gewoon dom. Dat zie je toch altijd domme krachten. Wat voor mij echt een mega change heeft gebracht op mijn HV, waardoor die van 75 tot 100 naar uiteindelijk 150-180 is gegaan, zijn het. Okay, weer Jorn, vandaag de dag ervaart iedereen het wel: de luisteraars, jou en ik ook heel erg. Um, een groot probleem eigenlijk met onze focus en met onze energie. Uh, je hoort het overal om je heen. Dan zie je het wel aan mensen. Uh, mensen hebben een gebrek aan energie, slechte focus, concentratieproblemen, geheugenproblemen. En het zijn eigenlijk allemaal symptomen die vandaag de dag een soort van normaal zijn geworden. Ja. Heel erg ja. apart. Maar het is gewoon normaal om moe te zijn. Het is normaal om een slecht geheugen te hebben. Het is normaal om continu laag in je energie te zitten. Um, hiervan zijn de gevolgen wel groot, helemaal voor ondernemers. Je kan natuurlijk niet op je best presteren. Uh, als je niet op je best kan presteren, dan verdien je dus ook minder geld. Je bedrijf goed minder hard. Maar ook gewoon buiten het ondernemen wordt je levensprestatie ook minder. Ja. Nou, er zijn een paar mensen die dit kunnen accepteren. Die vinden het allemaal prima en leven zo. He, dat, dat noemen we ook wel de NPC's. Toevallig hadden we het net even. Uh, de NPC's. De ja. Normies. <laughs> en dan heb je ook een tweede groep, en die gaat er dan mee aan de slag. Maar dan kom je in de mindset rabbit hole, waar je dan echt uh, uren, dagen en zelfs jaren, want dat heb ik zelf ook gemerkt, in kan zitten. Terwijl je dan ook kan denken van ja, uh, wat heb ik nou precies geleerd? Is hetgene wat ik nu zie eigenlijk wel goed? Um, en uh, ik zie altijd heel veel kanten, maar wat is nou eigenlijk de waarheid? Nou. Dat vind ik een hele lastige. Nou, dit wil ik dus ook, of willen wij graag ook vandaag met jou bespreken. Je bent hier vorig jaar ook geweest, nu weer. Um, en toen, uh, we het laatst een gesprek en toen zei jij ook van. Nou, mensen die uh, dit ervaren, uh, dan moeten ze eens dus een keer kijken naar hun biologische fingerprint. Ja, ja. ja. Toen dacht ik: hey, dat is weer een nieuw woordje. Dat ken <laughs> ik nog niet, nieuwe Tim. Ja. Uh, maar kan je ons eventjes meenemen in wat dit is en waarom dit dan zo belangrijk is voor je focus en energie? 100%. Ja, precies, precies wat je zegt. Dus we leven gewoon zo'n tijd met. Uh, alle informatie is ik vorige podcast flink over gehad met de developers die er continu bezig zijn van wat kunnen we doen om mensen zo erg uh, in het apparaat te houden. Want natuurlijk hoe meer we daarin zitten, uh, hoe meer zij codecode code verdienen met natuurlijk Facebook, Instagram, alles, uh, alles erop en eraan. Um, alleen maar precies wat je aankaart van waar heel erg de personal development space op zit, is heel erg dat mindset gedeelte wat mega van belang is helemaal aan het begin om uiteindelijk de juiste beliefs te hebben en wat dan ook maar uiteindelijk gaat dat uh, kan dat gaan tegenwerken helemaal voor ons als ondernemer als jij op dat mindset vlak blijft zitten en ik heb dat voor mezelf ervaren ik zie dat ook terug bij uh, cliënten bijvoorbeeld die daarmee in lijn zitten is dat namelijk heel erg merkt is dat je gaat heel erg uh, juist op dat mentale aspect zitten. Terwijl als er iets niet goed is in je biologie. wat is juist al kort even over met. of een stukje anxiety. of een stukje agressie. of dingen die daarmee in lijn liggen. Uh, kan het heel erg komen vanuit je biologie. En doordat meebaar uit te zetten en dan nog steeds die mindset aan te houden. Want dat betekent niet dat je uh, zou moeten stoppen met dat aspect van jezelf ontwikkelen op het mentale vlak. Maar door juist dat mee uit te zetten, te kunnen zien: hé, hey, hoe, uh, hoe zien jouw darmen eruit bijvoorbeeld? Je hebt letterlijk een connectie met je darmen en jouw brein, dat noem je good brain access. Dus als jouw darmen niet goed zijn, dan is de kans mega groot, of de kans mega groot, die kans die is daar. Uh, dat jouw bijvoorbeeld serotoninproductie niet goed is. Dat is 95% in je gut. Iets wat natuurlijk relatief wel bekend is, wat sommigen wellicht al gehoord hebben. Uh, dus als dat niet goed is, dan kun je letterlijk alle video's kijken. Ik heb zelf ook in die hole gezeten met alle video's, alle dingen doen qua mindset. Maar als je biologie niet in orde is, dan ben je eigenlijk net een persoon die op de fiets heel hard aan het fietsen is, maar tegen de wind in. En als je naar links kijkt en iemand heeft de wind in zijn rug, die heeft wel zeg maar. ...inzichtelijk van... ...hé, hey, dit is uiteindelijk van hoe mijn biologie werkt. En die fiets je gewoon letterlijk fluitend voorbij... ...zeg maar aan de andere zijde. En dan alsnog, die mindset is van belang... Hij moet wel blijven trappen, om het zo te benoemen. Maar hij ja, kan heel hard trappen... ...en jezelf ook vertellen van... Okay, ...ik ben nou hard aan het trappen en wat dan ook. Maar ja, dat is hetzelfde als dat je... ...stel je hebt slaaptekort... ...en alles erop en eraan. Ja, is dat je dat relatief... ...makkelijk kan oplossen. En dan makkelijk is in de vorm van niet... ...alle routines en alle wilskrachten en wat dan ook... ...maar juist kijken van, oké, okay, wat werkt specifiek voor jou... ...op basis van bijvoorbeeld DNA's... ...mega interessant om te zien van... Uh, ...hoe je reageert op bepaalde dingen... ...en daar de stap op zetten. Netjes, oké. Okay. Als je bijvoorbeeld, je noemde net serotonine... ...kun je, je kort uitleggen wat dat is? Ja zeker. Dus je hebt, je hebt uiteindelijk in je brein heb je bepaalde stoffen, noemen we neurotransmitters. Ja. En de balans tussen die stoffen heeft een mega-impact op alleen al je personaliteit. Dus wat, wat je bijvoorbeeld veel ziet bij ondernemers. Uh, natuurlijk een woord wat vaak gebruikt als stukje dopamine. Uh, maar dopamine is dus net als serotonine een van die neurotransmitters die een mega-effect heeft op zowel je denkwijze. Dus ga voor jezelf na als je, wel, je drinkt een kop koffie bijvoorbeeld. Uh, en daarna, je hebt gewoon meer zin om te werken. Je gaat makkelijker door die effort heen, je komt makkelijker in flow. Dat is een voorbeeld dat jouw dopamineproductie hoger is. Naast dopamine heb je ook GABA. Daar hebben veel ondernemers een tekort aan, dus GABA. Uh, en dat is een ander neurotransmitter, wat terugkomt als je eigenlijk iets meer nodig hebt voor uh, relaxation en voor, voor rust. En helemaal als je als ondernemer merkt dat, wat we toevallig de vorige podcast over hadden, dat je in de avond aanstaat en alle gedachten hebt en je ligt in bed en kijkt naar het plafond, en je hebt daar gewoon die race in gedachten. Natuurlijk kan het te maken hebben met die inbox zero waar we het over hadden. Dus je hebt dat brain up en dat je alles hebt staan. Maar het kan dus ook te maken hebben dat je eigenlijk overdag veel te veel uh, dopamine-productie hebt gehad. Vanuit koffie of van de dingen die daarmee in lijn staan. Dat je eigenlijk veel te hard aanstaat. Ja. En dat juist in de avond dat jij jouw GABA productie wil verhogen. Dat kan bijvoorbeeld met magnesium mactec. Dus bijvoorbeeld treonaat. Uh, Daar kun je straks wat dieper op in. Mm -hmm. een specifieke vormen van magnesium die dat aanmaken. Maar lang verhaal kort. Je hebt dus verschillende stoffen in je brein, waarvan de dus schabba, dopamine, serotonine en acetylcholine, Dat zijn de grootste die een mega effect hebben op hoe jouw uh, acties zijn overdag. En zei ik, ik ook jouw identiteit. En ook voor de luisteraars om het praktisch toe te passen, want we zijn natuurlijk heel erg van praktisch kleine tips, testen, biohacks. Dus je hebt een test online. Dat noem je de Brevermans test. Ja. Toevallig hoort van woord? Nee. Brevenmans-test? Ja, de test. En hoe ja. spel je dit? Want ik weet nu al dat mensen dit gaan vragen. Precies. De Braveman schrijft als B-R-A-V-E-R-S-M-A-N. Okay. En dan test. Dus Braveman. Ja. En dat is een korte survey met een vraag of uh, 50 uh, en dat op basis van, van hoe je die vragen antwoord krijgt... je een soort van mini-rapportje ook volledig gratis. Uh, en daar zie je dus exact jouw balans tussen die vier neurotransmitters. En als je dat voor jezelf weet, dus als je bijvoorbeeld meer uh, GABA-dominant bent... en zijn vaak wat meer blauwe persoonlijkheidstypes... dan kan je daar rekening mee houden voor jezelf. En dat is natuurlijk een van de voorbeelden. Uh, en als je dan echt een stap verder wil gaan... je kan je neurotransmitters ook echt testen met uh, speeksel... Um, dat zou een verdere test En Dat je kunt zien van waar je echt dominant in bent ja. om daarop te sturen man. Leuk. Ja toch? Die test ken ik nog niet. Jij? Nee, nee man, zeker niet. Ja, dat is mega. Ik tegenwoordig dat je in ieder geval alles kan testen. Dat heb ik wel ontdekt sinds ik met Jorn uh, <laughs> ja, in contact ja. ben. Alles valt ja. te testen. Met rolling Voor goed werkgeverschap, zonder zorgen. Geen risico's, lage kosten en eenvoudig geregeld. Top. Wordt word nog eventjes over jouw journey. Hoe heb je dan dit zelf ontdekt? Hè? Want waarschijnlijk hmm. ben je zelf ook met je mindset aan de slag gegaan. Ja. ja. Uh, op een gegeven moment kom je erachter dat nou, mindset is niet alles ja. Uh, het is ook je biologie. Ja. Uh, maar kun je ons een beetje meenemen in die journey daarin? Zeker weten. Ja, dus ik vond het tof wat je is wat heel veel ondernemers natuurlijk hebben, zijn hebben een bepaalde situatie, dus heel erg, of de 9 tot 5 of wat dan ook. Ergens hebben ze een bewustwordingspunt. Bij mij was het heel erg toen ik, uh, toen ik had een relatie uitgemaakt, onderweg naar huis, voor het eerst een motivational speech geluisterd. Hm. En toen bedacht ik van hey, ik heb zelf de controle over hetgeen wat ik doe. En dan kom je zo van in die bewustwording. Nou, vanuit die bewustwording ga je heel erg uh, focussen. In ieder geval, niet alle ondernemers, maar veel ondernemers op een mindset. Hoe kan ik meer in mijn dag halen? En dan heel erg jezelf eigenlijk distancieren tot de groep, zeg maar, om je eigen pad te kiezen. Uh, maar wat we net zeiden, dat kan uiteindelijk een soort van uh, nadelig wo worden, wat destijds jouw winnende strategie was, is dat het nu jouw verliezende strategie wordt en dat het enkel de focus is op mindset. Dus wat ik bij mezelf merkte, dus hoe dat ook terugkwam. Is dat ik heel hard ging werken. Heel veel, heel hard ging werken. Maar dat ik ging merken dat toen ik om mij heen keek, uh, besefte ik niet. Dus ik werkte heel hard. En ik wist ik voor mezelf van oké, okay, ik werk nu heel hard. Maar dat de resultaten die eruit kwamen niet te vergelijken waren met uiteindelijk de mensen om me heen. En dus ik stelde mezelf ook de vraag van oké, okay, hoe kan dat? Hoe kan het dat ik alles goed lijkt te doen met fitness, met mijn routines, met uh, ik dacht dus gezond te eten, zeg maar, met van wat ik altijd op YouTube zag, met mijn kwark en met uh, de brinta en alles erop en eraan. Maar toch had ik niet het gevoel van hé, hey, dit is echt wat ik uh, van wie ik ben en wat ik eruit kan halen. Dus ik merkte alsnog aan het eind van de dag, uh, desondanks dat harde werken, dat ik had van hé, hey, hoe kan het nou dat ik niet die resultaten heb? Wat ik toen ontdekte was grotendeels dat dat mindset-aspect werkt om uiteindelijk in actie te komen. Maar dat je nog een tweede, korte, korte force hebt, is van wat voor jou persoonlijk goed is. Want je wordt helemaal omvergegooid natuurlijk met alle diëten, alle dingen die je kan doen. Ook letterlijk, als je naar YouTube toe gaat, uh, wat is het beste dieet voor ondernemers, bij Als je al een beetje bezig bent met mindset van en je ziet in van je hey, voeding is letterlijk. De fuel van hoe jouw lichaam opereert. Dus je gaat dat opzoeken. Ja, let ik de eerste video die daar staat. Dat, is, dat gaat over. Uh, weet je wel, je moet vegan zijn. Je moet uh, geen vlees eten. Vlees met, met omega-6. Effect op brain fog, alles erop en eraan. En die video eronder gaat juist over carnivore dus van ja je moet alleen maar vlees eten en de planten zitten lectines dat hebben effect op je gut en wat dan ook dus dan ga je, stel jezelf de vraag van oké okay, wat werkt nou echt en wat is nou echt goed en daar liep ik toen zelf op dat moment ook tegenaan en toen hielp ik al ondernemers destijds, ook met uh, fitnesscoaching met zeg maar echt het, het hebben al met een basis maar toen merkte ik ook bij hun van hey eigenlijk al die principes die, die staan um, sommige hadden heel veel succes en sommigen niet dus ik begon mezelf ook de vraag te stellen van oké okay, wat, wat maakt dan dat verschil Lang verhaal kort, wat ik dus uh, uiteindelijk ontdekt heb zeg maar, in die fase, is waarom heb je uh, twee verschillende dijken die totaal tegenovergesteld zijn? Dat heb je natuurlijk met alles, met de routines. Sommige ondernemers zeggen: van, ja, routines maken totaal niet uit. En het gaat om hoeveel je werkt en wat dan ook. En de anderen die, die preachen: van ja, je moet een routine hebben. En zonder routine heb je het eigenlijk niet staan. Is eigenlijk het antwoord wat ik gevonden heb via een coaching: het is persoonlijk. En dat persoonlijke, dat kun je testen, precies wat je net zei. En dat is mega interessant. Want als je dat weet, als jij weet wat voor jou werkt... en dan kunnen we vandaag dieper op in met bloedwaardetesten, DNA-testen... microbiom-testen, die Brevemans testen zeg maar, al die componenten... dan heb je een soort van cocktail, een soort van jouw persoonlijke data... die je kan zien, waardoor je die bewustwording hebt. En ook toen ik dat voor mezelf had, toen ik zag van... Hey, bijvoorbeeld specifiek vanuit mijn DNA... Uh, ik heb een mutatie in mijn MTHFR-gen, dat is een specifiek gen... dat zet jouw vitamine B12, dus foliumzuur... Uh, zet dat om in jouw lichaam. Nou, mevrouw Kort, als jij dat gen niet goed hebt, of in mijn geval een mutatie daarin hebt, dan kan je lichaam dat niet goed omzetten. En dan kan het effect hebben op brain fog, op anxiety, op van hoe je uiteindelijk voelt. Dus wat meer. Uh, en zou wat meer aanstaan, zeg maar, dat het daarop terugkomt. En toen merkte ik door het supplementeren met vitamine B12, dus super specifiek, ook al altijd gewoon vlees en alles waar dat, waar dat in zat. En dan specifiek l dus dat is de de omgezette stof van dat vitamine soort. Uh, toen merkte ik dat die effecten minder waren. En dan al dat mindset aspect, dan zou ik daar heel erg op zitten van oké okay, dit is gewoon puur wat ik weg kan halen qua metaal en wat dan ook. Um, terwijl het eigenlijk gewoon iets was in mijn DNA wat ervoor veroorzaakte dat mijn lichaam niet de juiste bouwsteen had. Mm. En door dat dus te meten en te testen en te gaan kijken van hey, wat werkt persoonlijk voor jou, nog steeds die mindset toe te passen. Want daar zit een soort van tweede rabbit holes dat je jezelf kan verliezen in je aura sets, in uh, je, je voeding en wat dan ook. En dat je, mm -hmm. dat, dat je doel wordt, dat is wel echt een middel naar jouw doel voor het goede van je bedrijf en wat dan ook. Mm -hmm. Maar ja, door dat te testen is dat mee van waarde. En dat merkte ik toen ook terug toen we dat gingen implementeren bij cliënten. Dus van, ja, daar zit gewoon echt de, de tweak zeg maar van... Natuurlijk, zeg maar, er zijn veel dingen die werken qua, qua voeding, met low-carb, met keto, met wat dan ook. Maar alsnog dan uh, heb ik dicht voorbeeld ook van cliënten die juist goed gaan op high-carb. En juist daar ook vanuit hun DNA zeg maar dat ze dat hun stofwissing daar veel meer efficiënt op ingericht is. En uh, als je daarop stuurt. Dus concreet echt dat testen, dat is meegen. Ja, ik heb, uh, ik vind het wel interessant. Ik heb zelf dus, uh, oké, okay. op een gegeven moment kwam ik in een periode. Voeding optimaliseren, nou, ik kwam toevallig dan uh, uit bij die eerste video, hè? om even zo ja, te zeggen. Ja, Niet ja. helemaal, maar het is wel zo van, nou, ik kwam in die rabbit hole terecht. Ja. Um, daarnaast uh, ben ik boeken gaan lezen over slaap, om dat helemaal te gaan uh, optimaliseren. Ja. Ook boeken gaan lezen over focus en over um, hoe je langer kan concentreren, et cetera. Alles helemaal aan het optimaliseren. En dan... Merkte ik alsnog van oké, okay, er, er kunnen nog kleine dingetjes zijn, waardoor ik gewoon niet weet, waardoor ik gewoon minder energie heb, minder focus heb. Um, bijvoorbeeld ook met slaap. Kijk, uh, slaap hielp mij al heel erg dat ik in plaats van zes uur slaap naar gewoon standaard, eigenlijk acht uur. Ja. En ik probeer eigenlijk gewoon nog meer te krijgen, maar dat gaat vaak niet. Um, maar dat jij, wat jij zegt, eigenlijk dat zo'n B12-stofje, dat je dat eigenlijk anders dan moet binnenkrijgen. Dat zijn zulke gedetailleerde dingen. Ja. ja wat... Um, want jij zei net, uh, je gaf net drie dingen aan. DNA, microbiome en bloedwaarde. Ja. Stukje DNA. Heel leuk dat je net zegt, van ja, ik weet vanuit mijn DNA dat ik een B12 stofje anders moet innemen. Ja. Maar kijk, toevallig ben ik de laatste tijd een beetje mee bezig. Maar voor heel veel mensen komt het natuurlijk overal als hoogspokers. Ja, ja, ja. Hoe kan jij nou één... Meer weten over je DNA. En twee, dan ook weten dat jij iets met je B12 hebt en dat je dat dan uh, anders moet aanpakken. Ja, goede. Dus je hebt inderdaad, je hebt meerdere vormen van testen. Het is inderdaad van belang dat je weet van oké, welke testen zijn de meest van waarde. En hoe kan je het. ...praktisch toepassen. Helemaal voor ons ondernemer. Je hebt niet alle tijd om uh, zeg maar alle tests te doen... ...en daar volledig zeg maar, in dat repertoire in te gaan. Dus eigenlijk wat je simpelweg wilt... ...is dat je het kort test. Dat kan je van het huis doen. En dat je resultaten hebt. En vanuit die resultaten gewoon een lijst. En kan zien van... ...hé, hey, dit werkt voor mij het beste. Dus bij mij bijvoorbeeld die L-metafole... ...dus die gemetalleerde vorm van vitamine B12. Uh, maar het kan ook gewoon simpelweg zijn... ...dat je bijvoorbeeld qua vitamine D... ...dat je lichaam wat minder aanmaakt. Of dat je uh, gevoeliger bent voor cafeïne. Of dat kan echt van alles zijn... Hoe je dat doet, is testen, is eigenlijk een soort van piramide van hoe wij dat insteken. En DNA is uh, echt de, de bodem, zeg maar, van je piramide. Dus wat dat concreet inhoudt, is DNA staat vast. Dus je hebt genetica en epigenetica. Het voordeel van epigenetica, dat kan je nog wijzigen. Maar het DNA test je maar één keer. Dat doe je via saliva, dus dat is via je speeksel. Uh, en je hebt daar verschillende soorten testen voor. Voor mensen die dat zelf thuis willen testen kun je bijvoorbeeld zelf decode. Uh, kun je bekijken. Je hebt verschillende soorten uh, bedrijven die het op die wijze uitzetten. Maar als je dan doet, je krijgt letterlijk gewoon een test krijg je thuis. Er zit een klein speekselpotje in. Geef wat speeks af, doe je in de brievenbus. En ongeveer vier à vijf weken later krijg je uh, een heel rapport. Het rapport is wel. Dat vooropstellen. Dus je krijgt gewoon letterlijk een rapport met. Uh, ze hebben dat wel echt tof uitzet, zeg maar, met software en wat dan ook. Maar eigenlijk is het gewoon een, een tekstfile, zeg maar, met letterlijk een miljoen, zeg maar, genen die daarin staan. is ook een mega groot qua, qua file. Daar kan je niet heel veel mee. Maar wat je wel kan doen is dat je bijvoorbeeld die file kan je letterlijk in bijvoorbeeld ChatGDP zetten. En vragen van hey, op basis van al deze genen, alle mutaties die erbij zitten. En een mutatie houdt dus in dat jouw. Uh, je hebt verschillende met met genen. Is dat je een bepaalde combinatie hebt die effect heeft op hoe een gen, eh, zeg maar een gen, wordt geuit in je lichaam? Dus bijvoorbeeld, eh, wat we net zeiden met cafeïne, van hoe je dat opneemt, en al die componenten. En als je dus die file hebt, dan heb je eigenlijk jouzelf digitaal. Zo kan je het best zien. En door jezelf digitaal te hebben, kun je dus vragen stellen, bijvoorbeeld, of met JGP, of dat je dat opzoekt in die software. Het heeft heel veel praktische, toepasbare dingen, natuurlijk, dat je het kan inzetten. En als je dan een video ziet of een routine of wat dan ook, dan kan je letterlijk jezelf vragen, zeg maar op basis van je digitale zelf: van hé, deze routine, op basis van mijn DNA, is dat iets waar ik persoonlijk ROI uit haal? Want ik denk dat we met z'n drieën ook wel kunnen beseffen: met van als je alle routines zou moeten doen, ja, dan gaat zoveel mega veel tijd kosten. En dan stel je zelf soms de vraag: van, ja, werkt het wel? Weet je wel? Van ik, uh, ik doe die koude douche, ik sta vroeg op, ik lees, nee. ik uh, screep mijn tong, ik. Uh, alle biohacks ja. die je kan, uh, kan doen. Ja, dan kun je voor jezelf dus die distinctie maken tussen wat is echt marketing en wat is uh, dingen die echt werken. Dus door die faal uit te zetten, uh, door eigenlijk die, de basis te hebben van de piramide. Weet je dus van, oké, okay, dit is sowieso wat je hebt staan. En daarna kan je daar die uh, stap op zetten. Nice. Hoe gaat dat praktisch in zijn werking? Want het klinkt super tof, alsof ik een soort van mijn eigen whoop heb gecreëerd. Of dat ik net als ja. Iron Man een soort van robot heb met wie ik aan de slag kan, die alles van mijn vitals weet. Ja. Hoe ga ik daar dan precies mee aan de slag? Want wat voor vragen, want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat hij ja. nog steeds, ik kan niet tegen hem zeggen, joh, hey, moet ik vegan eten, ja of nee? Ja. Ik kan me voorstellen dat hij dan niet zegt van nou, ik heb even gekeken naar heel je DNA. Ja. En je moet wel vegan eten, want dit, dat is dus zo... Oeh. Hoe ja, werkt dat in de praktijk? Dat is die microbiome, toch? Ook, uh... Klopt, ja. Dat, dat is de tweede stap in die, uh, in die piramide, inderdaad. Het valt dus ook vanuit je DNA. Ik moet zeggen, dit is nog best wel uh, grijs gebied in de vorm van... Het is relatief nieuw, zeg maar, qua research en van hoe dat, hoe dat terugkomt. Ja. Ik zelf ben er wel volledig voorstander van. Er, ook grote, um, er zijn ook veel studies op die juist zeg maar, daar aankaat van... Oké, okay, dit, dit is een fundament. Maar DNA is dus wel los, zeg maar, in de vorm van epigenetica. Je kan dus aanpassen. Maar hoe dat inderdaad in dus zijn werking gaat, is je hebt dus verschillende softwares waarbij je DNA eigenlijk kan inlezen. En die, die softwares doen eigenlijk wel precies dat. Dus die kaarten echt exact aan van, hey, op al diegenen die wij terugzien, is de redenatie die wij maken, is dat dit het beste is voor jou persoonlijk. Dus... Letterlijk van uh, ben je een ochtend- of avondmens, bijvoorbeeld? Ben jij uh, qua persoonlijkheidstype, staat er zelfs in? Dus van ben je meer agreeable? Ben je juist minder agreeable? Zeg maar al die componenten uh, krijg je dan inzichtelijk voor jezelf. En die software is dus best wel robuust, ook wat er allemaal bij staat, zeg, met al die datapunten en wat dan ook. Maar dat kun je segmenteren op waar je naar zoekt. Dus bijvoorbeeld dieet, um, sport. Dus uiteindelijk, ik weet van mezelf, van ik ben minder uh, muscular qua, qua DNA, maar dat mijn VO2-markt dat ik daar een uh, predepositie op heb, dus dat betekent dat daar voor mij de, mijn genen op instaan, dat ik dat verder kan ontwikkelen dan de meeste mensen. En als dat van jezelf weet, dan weet ik dus van, hey, stel, ik zou uh, qua bodybuilden, uh, ben ik niet qua DNA de beste persoon om dat in te zetten. Maar als het gaat om endurance, dus juist VO2 max, dus hoe lang jouw lichaam iets kan uithouden met sporten, daar zit voor mij vanuit mijn DNA zit een voordeel. Dus uiteindelijk met zo'n software, daar heb je meerdere types software's voor. Uh, kun je eigenlijk jouw file uitlezen. En daar kun je dus. Uh, overheen gaan en dat ook voor jezelf soort van absorberen. Ja. Er zit wel een negative side bij, dat merkte ik ook bij mezelf, ook bij cliënten. Dus dat is wel belangrijk, ook voor luisteraars, om dat mee te nemen. Van DNA staat niet vast. Er zijn heel veel dingen die je eraan kan doen om het code-code te wijzigen. Weet dat dat een soort van jouw fundament is en dat je daar verder op kan doorbouwen. En bijvoorbeeld toen ik zelf zag van ja, ik ben minder musculen, dus less likely to have muscle, stond er letterlijk. Ja, dan denk je wel van ja, shit, weet je wel. Dus er zijn ook dingen die, het kan een neg negatief effect hebben, ook yeah. mentaal weer mm -hmm. op je mindset. Yeah. Maar... Um, zeg maar, die bewustwording helpt gewoon enorm om te weten oké, okay, waar liggen je krachten en hoe ga je dat toepassen om daar verder stap op te zetten. Jouw test heeft gewoon botje genoemd. <laughs> ja, 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 het was uh, ja, precies. Eigenlijk wel. Oh, We gewoon gedist door je eigen DNA. <laughs> Lelijk. gaat het bij mij sowieso uitkomen dat ik mentally retarded ben en dan denk ik, ah shit. Ik heb er zo'n gevoel. En je zei ook over persoonlijkheidseigenschappen zoals agreeableness, dat soort ja. dingen, dat komt daar ook uit. Ja. ja. Hoe dan? Ja, zelfde, dus dan meet ze al die uh, genen, dus alle verschillende soorten uh, genen die, uh, die je hebt. En ook daar kun je dus relatief uitlezen van wat de predeposities is op je persoonlijkheid. En ook dat kun je dus, dat is heel erg wijz maar te wijzigen met van hoe was je opvoeding, dingen die daarmee in lijn liggen. Ja. Maar dus letterlijk vanuit je DNA heeft jouw lichaam dus wel een voorkeur om bijvoorbeeld meer uh, introvert of extrovert te zijn. Hoe wetenschappelijk onderbouwd is dat? Dit is dus relatief nog een grijs gebied. Daar zijn ze dus wel mee bezig om het goed op te zetten. Ja. Um, self code zet dat goed uit. Dus ook op de site kun je. Ze hebben echt goede studies ook daarbij staan van hoe dat terugkomt. Okay, dus correct. ik zou zeggen, op een schaal van 0 tot 10 uh, zou ik het als 8 zetten. Maar het is dus wel okay. relatief nieuw. Dus het, het is een beetje een space waarbij uh, wat code oudere mensen, zeg maar, vanuit de science, zeggen van oké, okay, dit is de. Uh, pseudo, dus te nieuw en wat dan ook. Mm -hmm. Maar ik geloof dat is altijd natuurlijk ook als je terugkijkt met van ja, ik die zei bijvoorbeeld net als je naar de maand oh. toe gaat vroeger was het ook van ja van dat gaat niet lukken en wat ja. dan ook. Dus Technologie loopt nu een beetje voorop en dan heb je vaak ja. dat het een beetje net als met Huberman. Huberman zegt heel veel dingen over onderzoeken die zeg maar heel, heel erg recent zijn of heel erg nieuw, ja. waarvan heel veel wetenschappers ook zeggen van ja, maar dat zijn vrij nieuwe artikelen zeg maar van Precies. moet nog vaak bewezen worden of peer reviewed of er moet een meta-analysis worden gedaan. Weet je want dat zijn allemaal begrippen in de wetenschap. Van er moet meer wetenschap voorkomen, zeg maar. Ja, maar dat het, daar gaan jaren, als het niet tientallen jaren overheen, voordat het echt helemaal duidelijk is. Ja, je gaat ja. net aan in die piramide. Hey, je hebt DNA, daar ja. heb het nu een beetje over gehad. Uh, microbiome heb je en je hebt bloedwaarde. Ja. bloedwaarde vind ik heel erg interessant. Maar ik wil nog eerst even die tussenstap maken naar microbiome. Ja, je pop. Juist. <laughs> Dankjewel Ja, even samen voor de mensen thuis. Dankjewel Jaro. Mooi. Schijt in een bakje, het onder een microscoop en ga jezelf ontdekken jongen. Maar het leuke is dus, dat hoef je niet zelf te doen. Klopt. Ik had ook ja. schijt in een bakje, stuur het naar iemand toe, dan kan die er even goed naar ja, kijken. Ja. ja. Nice. Ja, 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 Goeie ja. baan. Als iemand nog wel solliciteren? Maar we hadden het dus over uh, vegan eten, keto, diet, uh, carnivore, ja. bla bla bla. Ja. Allemaal heel leuk. Maar je kan ook gewoon letterlijk kijken naar je microbiome en dan beter weten wat jij nodig hebt om goed te functioneren. Ja, ja, ja. Ja zeker weten, dus je DNA test je één keer. Dus dat is eenmalig, uh, dan heb je staan, dan weet je dus jouw, jouw code code file. Daarnaast daarboven zit er natuurlijk je microbiome. Dat wil je ongeveer elk half jaar slash jaar weer dat testen. Uh, het Nederlands woord, wat is natuurlijk je microbiome en dat ontlasting dus uiteindelijk uh, van hoe dat terugkomt. Ze hebben weggezet alle bacteriën in jouw darmen... En daar de diversiteit tussen. Dus verschillende soorten microbiota, dus kleine diertjes eigenlijk in onze gut. die ons helpen om uh, voeding te verteren, bijvoorbeeld. En door dat inzichtelijk in kaart te brengen. word jij veel meer bewust met waar je lichaam goed op reageert. Ik had bijvoorbeeld gisteren een gesprek met iemand. die gaf uh, aan van hé, hey, elke keer als ik uh, iets eet, of overdag. of tijdens meetings. merk dat mijn maag super erg is opgezet. Dus ik heb een opgezette maag. en dat stoort mij. Weet je wel, dan kijk ik in de spiegel. Uh, Bloeding noem je dat. Um, en dat is een perfect voorbeeld van hoe dat terugkomt vanuit zijn microbiome. Dus daar let ik in dat hetgeen wat hij eet, en dan kunnen we straks ook dieper op in met wat zijn dan voedingsmiddelen bijvoorbeeld, die dat realiseren ook als een luisteraar zoiets heeft, maar dat wat hij at, is dat die bacteriën het niet goed uh, uiteindelijk konden fermenteren of uiteindelijk goed konden uh, verteren. Uh, waardoor er gassen kwamen, bijvoorbeeld. En door die gassen zet je maag bijvoorbeeld op. Um, en dat heeft natuurlijk, en dat is een effect wat je direct merkt, zeg maar, die opgezette maag. Maar wat je op lange termijn gaat merken is dat je lichaam bijvoorbeeld niet goed uh, eiwit opneemt. Dus dat het bijvoorbeeld niet goed bepaalde vitamines opneemt. De dingen die daarmee in lijn liggen. Dus stap 2, zeg maar, in die piramide. Als je dus weet van hé, hey, dit is je DNA, dit is wat, dit is goed voor je zou moeten zijn. In grote lijnen. Dan ga je dus kijken van oké, okay, de afgelopen uh, periode, wat ik heb gegeten, hoe heeft dat een effect gehad op mijn microbiomes... op mijn gut. En hoe heeft dat een effect uiteindelijk op van hoe ik me voel. Dus eigenlijk ook wat we net zeiden: met je dopamineproductie, met uiteindelijk jouw serotonineproductie. En dus dus echt een mega perfect voorbeeld van als jij dus niet goed, uh, als jouw microbiome niet goed is, dan is jouw moed slechter, dan voel je je slechter. Ik zal zo duidelijk ook een voorbeeld geven van wat ik zelf uh, twee jaar terug ervaren heb binnen, binnen dat vlak bijvoorbeeld met carnival, ook met, 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 uh, met je microbiome. Maar als dat niet goed is, dan is bijvoorbeeld letterlijk jouw dopamineproductie niet goed. Uh, en dan kan je de mindset hebben, maar dan kan je gewoon niet focussen als je wil focussen. Ben je sneller afgeleid, zit je bent niet goed in je vel, zeg maar al die componenten. En dat komt dus heel erg terug vanuit je microbiome. Omdat er dus ook een Correlatie zeg maar tussen jouw gut, dus tussen je darmen, en uiteindelijk je brein, die kunnen Brain Access. Um, van hoe je je voelt. Dus dat is mega van waarde om dat te testen. Om uiteindelijk achter te komen van oké, okay, welke voedingsmiddelen kan je wel eten en niet eten. En het interessantste is altijd ook met cliënten dat zien. Is, let ik gewoon dingen die je dan code code, die niet goed zijn voor jouw microbium. Bijvoorbeeld in mijn geval, broccoli. Is niet goed voor mij. Nee. Nee, dat is ah. mega interessant. En dat heeft te maken met sulfide bijvoorbeeld. Spe specifieke stoffen, zeg maar, die dan bijvoorbeeld zorgen met bloding of wat dan ook. Uh, en dat is niet voor altijd. Dat betekent niet dat ik nooit broccoli meer ga eten. Maar nu, voor mijn microbiome, als ik het nu zou eten, dan zou ik wat meer bloding ervaren. En door dat te weten, dan kun je daar stap op zetten. En dat is waarom we dat als tweede uh, stap testen. Ik zag alweer op YouTube ook een paar boze video's over broccoli. Mensen die weer algemeen zeiden: broccoli is slecht voor je, dat moet je niet eten. Ja, ja. ja. Zie je een goede generalisering van iets dat dus persoonlijk gebonden is? Ja, hey, ja, over die brain gut axis Ja, heeft dat te maken met het feit dat er ook neuronen in je maag zitten of zo, zoiets? Of klopt dat niet helemaal? Ja, het zit inderdaad niet. Uh, dus de, de neuronen zelf zitten, zitten niet in je maag. Mm -hmm. Maar het zijn wel net dat de productie van de van de bouwstenen, ja. die zitten wel, die worden gemaakt in de gut. En daar zit inderdaad die correlatie tussen met inderdaad die gut brain axis Dus bijvoorbeeld wat we net zeiden met die serotonine. Uh, als dat niet goed wordt aangemaakt in jouw gut, dan ga je dat metaal terugmerken. En serotonine ja. is daar een grote van. Dat is de grootste. Dus 95% wordt daar wat aangemaakt. Maar hetzelfde geldt als bijvoorbeeld met uh, dopamine. Met, ik kan de stof niet goed uitspreken. Dat is Lina no nog iets. Mag je in principe vergeten. Dat is de bouwsteen van, van dopamine. Ja. Uh, ook als je dat niet goed opneemt, zeg maar, in jouw gut. Um, dan ga je merken dat het daar nog steeds op terugkomt. Dus dat is de, de echte balans inderdaad van hoe goed jouw dam dingen aanmaakt. Hoe je, je voelt, je moed, je focus, dingen die daarop terugkomen. Oké. Okay, nice. hey, over dat verschil in die microbiome, want er zijn in ieder geval voor veel mensen is dat denk ik nieuw. Um, ik heb toevallig een vriend die daar ook best wel dieper in gedoken is. En die zei ook dat je echt ook in een boek las, hij volgens mij een anekdote, een verhaal van twee identieke tweelingen. Die ieder door een aparte arts meegenomen waren. En blijkbaar, als je geboren wordt. krijg je van de eerste persoon die je vast hebt. Ja. Kan je bacteriën ja. overkrijgen. Waardoor, waardoor zij allebei een volledig andere microbiome hadden. En letterlijk ook de een allergie had voor dingen waar de ander prima tegen kon. Ja, ja. Dus zo grillig kan dat zijn. Ja, ja. ja precies wat je zegt. Het is mega interessant. En dat ja. van de handen die jou met je geboorte hebben aangeraakt. Precies wat je zegt. Die hebben effect op uiteindelijk van hoe jouw microbiome ook ontwikkelt. Het uh, is ook zo krachtig dat je, je hebt. Ik heb voorbeelden van uh, studies, bijvoorbeeld, dat ze een microbioom van een obesitas uh, muis in een uh, gewoon normale lean muis zetten, bij spreken. En die muis krijgt dan overgewicht hm. puur ja. door het microbioom. Dus mega interessant van hoe jouw lichaam uiteindelijk omgaat met, met voeding en natuurlijk cravings. Uiteindelijk kom je altijd op de regel van calorie in, calorie out. Dat blijft wel een ding. Hm. Maar uiteindelijk is het veel meer van belang van wat voor effect heeft voeding op jouw. Acties en uiteindelijk jouw gedrag. Uh, en dat je daar bijvoorbeeld meer gaat eten. En dat kan je bijvoorbeeld merken dat als je eet en je bent nooit verzadigd, bijvoorbeeld, en je gaat overiederen en wat dan ook. Dat zijn perfecte voorbeelden van niet jouw wilskracht of jouw mindset. Maar gewoon echt jouw biologie, die dan daarop tegen zit. Dat jouw microbiome om dingen vraagt, die het niet krijgt. Uh, en dat je dan moeilijker tijd die verandering maakt. En hetzelfde geldt dan een korte. Uh, ...anekdote aan toe te voegen van als jij een, ook een verandering maakt uiteindelijk in jouw e-patroon, dat is ook waarom het zo lastig kan zijn zeg maar voor mensen om dat vol te houden. Is dus omdat letterlijk als je al bij spreken vijf jaar uh, een bepaald dieet eet, is dat ik alle bacteriën in jouw darmen die verwachten dat dieet. En als je dan een keer wat anders gaat eten, ...dan heb je letterlijk jouw microbiome die soort van gaat roepen van hey waar ben je mee bezig zeg maar van wij willen dit hebben qua qua voeding. Dus dan onbewust heeft dat een effect op je gedrag waardoor je teruggaat en dat is dus weer een perfect voorbeeld van qua mindset daar nou begint het wel en ik heb je dat wel nodig om door die frictie heen te gaan maar door het in het hebben van die mindset en te weten wat dus goed is voor jou dat je daar stap voor stap op kan zetten ja dat is mega interessant om te te sturen en dan weet je eigenlijk gewoon op het moment dat je van voeding gaat veranderen oh ik ga nu door een proces wat waarschijnlijk drie weken gaat duren misschien langer van oké okay, mijn microbiome gaat veranderen over deze tijd ja want ik heb andere bacteriën bijvoorbeeld in mijn darmen zitten of nodig. En bepaalde bacteriën, die krijgen eigenlijk geen, om even zo te zeggen, geen voeding. Ja. Maar die gaan wel lopen schreeuwen. Ja. En die gaan wel met mij fokken. En die willen wel graag dat ik weer terug ga naar het oude patroon en lekker McDonald's gaan halen of zo. Precies dat. Ja. Ja. Hoe ver is daar de balans tussen mentaal en wat je fysiek, zeg maar, vraagt? Want ik heb dat bijvoorbeeld, merk dat ook wel. Ik heb afgelopen zomer heftig dieet gedaan, uiteindelijk uh, 10, 15 kilo afgevallen. Ja. Ja, inmiddels ben ik daarvan weer 7 kilo aangekomen. En merk mm. ik gewoon dat mijn natuurlijke hang is... Ik heb heel erg dat ik ben nooit verzadigd. Ik blijf eten. Mm. Ja. Um, grijp snel naar ongezond eten. En daar zit denk ik ook een stuk... Of wat is daar het stuk mentaal dat erin zit? Ja. De peasant in mij. En hoeveel is de peasant in mijn buik, zeg maar. Om het zo te zeggen. Ja, goeie man. <laughs> ja. Ik geloof persoonlijk, zeg maar ook door de tijd heen, ik dacht als je, als je mij deze vraag twee jaar geleden had gesteld, mm -hmm. had ik gezegd vanuit fitnesscoach, uh, of drie, drie, jaar, drie twee, twee, drie jaar geleden, fitnesscoach, ja dus mindset en wat dan ook. Uh, dus toen had ik gezegd van oké, okay, het is 80% mindset, 20% je biologie. Nu geloof ik dat het andersom is. Dus dat het 80% je biologie is en 20% je mindset. En dat bij het mindset begint voor die bewustwording om die verandering te maken. Uh, dus ook om juist dit soort dingen te doen, bijvoorbeeld om te gaan testen, om te gaan kijken van hey, wat werkt en wat dan ook. Maar helemaal omdat wat je aankaart, zeg maar, dat dat langer al uh, gaande is zeg maar, binnen dat vlak, ja, dan, dan is de kans mega groot en general, gewoon bij iedereen is dus dat het biologisch is, dat het daarin uh, vast zit. Ja, dat is interessant. Dan uh, wil ik ook doorgaan graag naar het de derde punt van de piramide. Ja. Of tenminste, de onderkant van de piramide dan, hè, hebben we het nog erover? Of? Nee, nee, nee. Ja, ja dus we gaan DNA, naar boven, we, we gaan de... naar boven, ja. Dus DNA onderaan, microbiome zes maanden, bovenaan bloed? Dan bloed. Ja, yes. gaan naar het bloed, bloedwaarde. Waarom is dit zo belangrijk om te weten en wat, wat zou je ermee kunnen? Ja. ja, perfect voorbeeld ook voor ondernemers van, als ik het toelicht, is van, uh, en dat vinden wij mega interessant te dus zien bij ook cliënten natuurlijk, als je een ondernemer vraagt van, hé, hey, hoe zijn de cijfers? Nou, we hebben alle drie natuurlijk uh, met bijvoorbeeld daar gewerkt, nou, daar heb je gewoon super inzichtelijk van... oké, okay, dit zijn uh, de targets, dit, zijn, dit is je omzet, dit zijn de leads. Zeg maar, dus je hebt een dashboard, dus je business intelligence natuurlijk... waar je gewoon kan zien van oké, okay, dit is waar het bedrijf staat. Alleen, als je dan gaat vragen van ja hoe was je voeding, hoe was je slaap, hoe was je held... dan hebben niet veel ondernemers dat inzichtelijk voor hunzelf. Terwijl hetzelfde aspect, om eigenlijk je gezondheid op te schalen... Uh, is het mega om dat mee bij uit te zetten. En dus bloedtesten is dus een van de beste, of is in mijn optiek de beste vorm van inchecken op je lichaam, van hoe staat het op dit moment ervoor? En bloedtesten is best wel een momentopname, daarom is het ook bovenaan de piramide, wat je bij voorkeur elke maand doet, en als dat te hoog is qua frequentie voor jezelf qua tijd, dan kan je dat één keer per uh, kwartaal doen, om dus te checken van oké, okay, wat voor effect hebben de wijzigingen die ik gemaakt heb op basis van mijn DNA en mijn microbiome? op hoe mijn lichaam daarop reageert. En dan heb je natuurlijk een hele tig van markers. Dus denk aan cholesterol, denk aan hormonen die je kan testen, denk aan mineralen, lipiden. Je kan heel veel testen vanuit bloed. Maar je kan dus wel direct zien van op basis van wat ik nu doe, op dit moment, wat zijn de effecten die ik nu ervaar. Maar ook quote-quote preventief op van hey, als ik dit blijf doen. Wat voor effecten gaat dat hebben op uh, mijn algemene gezondheid? Dus bijvoorbeeld een van de belangrijkste marks is je CRP. Dat zijn de ontstekingswaarden in je lichaam. En hoe meer ontsteking je hebt, hoe meer uh, brain fog je bijvoorbeeld hebt. Dus als je niet kan focussen je zit in de ochtend. Uh, je doet je routines, je hebt je voeding, je hebt alles heb je staan. Maar alsnog lukt het niet om die focus te hebben uiteindelijk die je wil hebben. Uh, of dat je niet op je woorden komt. Of dat je niet lekker in je vel zit de meeting. Je komt niet goed uit je woorden. De kans is dan mega groot dat je brain fog hebt. En ik denk bijvoorbeeld van ja... Wanneer heb je dat? Het is lastig om dat te voelen bij wijze van spreken. maar vaak als je dat hoort, dan merk je wel, oké, okay, zeg maar, nu kom ik niet goed uit mijn woorden. Uh, en daar is ontsteking bijvoorbeeld een van de grote uh, killers van, of een van de grote uh, markers dat je dat kan zien. Uh, en dat is een van de dingen die je daarbij kan testen. Dus concreet, zeg maar, door uh, die baas te hebben vanuit DNA en, en microbiome, dat je een voeding hebt, dat je weet, oké, dit is voor mij het beste kan slapen qua voeding, is dat je dat wil gaan testen van oké, okay, ik werk het nu in. Hoe reageert mijn lichaam daarop? En als je daar weer continu op kan sturen. En dus hetzelfde als qua business-wise: dat je ziet van hé, hey, we gooien deze funnel online. Er komen zoveel leads uit. Dit werkt, dit werkt niet. Is dus dat je op basis daarvan dezelfde redenatie op jouw held kan hebben. Hoe jij je voelt. Van hé, hey, ik doe nu bijvoorbeeld uh, een keto dieet Ik zie dat mijn HDL omhoog gaat. Ik zie dat mijn LDL wat omhoog gaat, maar dat het prima is. Dus mijn cholesterol bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en mijn lichaam reageert er goed op. En ik weet dat vanuit mijn DNA. En dan kan je zelf helemaal tweaken. En als je dat hebt, het geeft zoveel rust. Dat is misschien ook heel belangrijk. Dat je gewoon weet van hé, wat ik nu doe, dat, dat werkt gewoon goed. Um, en dat je ook gewoon weet: van ja, later ben je niet in één keer. Want dat, dat is natuurlijk heel erg de society die dat vertelt. Van ja, je hebt in één keer uh, kanker of in één keer uh, hart- en vaatziekte. En dat zit in je DNA, en heel je familie heeft het, en wat dan ook. Maar wat nou als dat komt? omdat je dat jarenlang hebt opgebouwd. En dat je lichaam daar in één keer niet meer tegen kan, bij wijze van spreken. dat je dan in één keer. Kanker heb, maar dat het eigenlijk gewoon je patroon is geweest van de afgelopen jaren. Ja. En is het belangrijk dat, want je hmm. noemde net dus, uh, wacht, sowieso voor bloedwaarde, wat, wat ga je dan precies meten eigenlijk? Dus je hebt nu ja. CRP, zeg je net. Ja. Dat zijn de ontstekingen in je lichamen. Ja. Maar wat, wat zou je dan nog meer moeten testen? Ja, wat, wat ik sowieso aanraad is dat je gewoon een volledige check-up doet. Uh, dus mensen kunnen starten met een normale check-up. Dus dan heb je een wat kleiner bloedbeeld. Vervolgens uh, heb je gewoon een volledig bloedbeeld. Dus eigenlijk alle bloedwaarden die, uh, die erbij zitten. Uh, wat voor mannen en ook voor vrouwen wat mega interessant is natuurlijk... ...is van ja, waar staat je testosteron? En dan specifiek je vrijtestosteron. Uh, gewoon puur om te kijken van wat voor effect... Uh, heeft zeg maar alle changes die je maakt op bijvoorbeeld je hormonen. Uh, daarnaast is het hele interessant om ook te bekijken als je merkt dat jouw energie vaak schommelt bijvoorbeeld, of dat je niet stabiele energie overdag hebt. Het heeft groter te maken met uh, je bloedsuiker onder andere kan het veel effect hebben natuurlijk, of veel oorzaken, maar die groter daarvan is je bloedsuiker. Dan kun je naar een marker gaan kijken, noem je HbA1c, en dat laat zien hoe jouw bloedsuiker de afgelopen drie maanden was. Um, en daar ga je naar sturen. En hoe hoger die is, hoe meer is een heel simpele woordvoer. Me. Hoe meer schommelingen je hebt in je energie en hoe lager die is, bijvoorbeeld als je keten gaat doen en wat dan ook, dan reageert je lichaam beter op insuline. Dan is dat een stuk stabieler. En als je dat soort dingen ziet, en dat, daarom vind ik dat mega interessant, kan als dat, dat terugkrijgen van cliënten en ook voor belangrijk van ik ben geen medisch dokter, dus ook mensen, dus echt wat meer zelf biohacking en wat dan ook natuurlijk, dus uh, als je echt iets medisch hebt, uh, raad ik zeker aan om naar de dokter te gaan, zeg maar, binnen, binnen dat vak om te dubbelchecken. Mm -hmm. Niet dat je daar altijd het beste advies krijgt, maar om te dubbelchecken. Maar als, als ik bijvoorbeeld terugzie van cliënten, zeg maar, qua, qua al die aspecten, is dat je zoveel eruit kan halen van hey, hoe die persoon geleefd heeft, uh, hoe die persoon zich voelt, zeg maar, van hoe dat terugkomt. En als je dat dan naast hun intake legt met de dingen die terugkomen op van waar ze tegenaan lopen met focus en energie en alle componenten, ja, is dat gewoon zo interessant om te zien. Omdat je gewoon letterlijk een soort van, wat we net zeiden, blueprint ziet, digitaal van hun. Maar dan inzichtelijk, weet je wel. als je gewoon kan zien van, oh, hier zit het probleem. Uh, Ervan uitgaan dat ze al de en wat dan ook hebben. Ja, dat, dan ga je gewoon keer twee. Omdat je gewoon weet wat je kan doen om te, te verhogen voor jezelf. En als je dan, hè, je, hebt, uh, je hebt die DNA, microbiome en je hebt uh, de bloedwaarde. Uh, begin dan met bloedwaarde. Om te testen, om te zorgen dat je weet, oké, okay, dit is mijn startpunt. Ja, wat we vaak inderdaad doen is dat we uh, DNA... We pakken sowieso alle drie. Dus het is van waarde om alle drie te hebben. DNA kijken we eigenlijk als laatste na. Uh, juist om die reden wat we net zeiden. van dat is eigenlijk een soort van bouwsteen. Dus precies wat je zegt, je, je net het wel terug. Dus je gaat kijken van oké, okay, stel, uh, stel je hebt die CHP bijvoorbeeld. Dus je hebt de hoge ontstekingen. Uh -huh. Hoe komt dat? Ontstekingen kunnen bijvoorbeeld komen uit omega-6. wat natuurlijk vaak voorbij komen de dus seed holes. Uh, vlees. Uh, zeg maar dat soort componenten, die komen daar volgens uit terug. Dan ga je kijken van oké... Okay, is dat iets wat we of hebben gegeten? Of is dat iets wat terugkomt bijvoorbeeld uit je microbiom? Dus een andere waarde is, of juist ontstekingswaarde vanuit je microbiome? Als uh, het niet uit je microbiome is en uiteindelijk niet uit jouw voedingspatroon... en dan CRP is niet de beste marker als voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld die, die, dat jouw lichaam minder goed reageert op, uh, op suikers bijvoorbeeld. Dan ga je kijken naar je DNA. Van, hey zien we het terug in je genen? Dat je lichaam daar niet goed op reageert. En dan maak je bijvoorbeeld in dat geval, als je niet goed reageert op suikers... je hebt een hoge, die, uh, die HbA1c, dat die hoog is. Uh, dan kun je dus de change maken van, oké, okay, laten we low carb zij keto in gaan steken. En dan weer kijken wat voor effect dat heeft op je bloed. En dat test je een maand later of twee maanden later. En dan zie je daar de verschillen terug. Dus concreet, je gebruikt dan dat bloed als soort van beeldschetsend. Van oké, okay, waar, waar staan we nu? En dat ga je terugwerken tot uiteindelijk je DNA. Totdat je uiteindelijk een conclusie hebt van oké, okay, dit is de oorzaak waarom het zo is. Mm -hmm. En dus is het het beste om te doen qua, qua dieet, qua slaap, qua workouts. Van hoe je dat insteekt om daarop te sturen. Hey. Als ik dit zo uh, hoor, moet ik heel snel denken aan Brian Johnson. Ja, die ja. Uh, geniale ondernemer, die uh, volgens ja. mij voor een miljard een bedrijf verkocht heeft en daarna zijn lichaam uh, in levend uh, staat geschonken heeft aan de, de wetenschap. Ja, ja, Als ja. een test doet, ik denk dat iedereen het machtig interessant vindt om te zien wat hij doet en welke effecten dat heeft. Ik ja. denk dat iedereen ook het liefst heel ver van hem vandaan blijft op een feestje. Omdat hij echt <laughs> de meest boring guy ever lijkt. Ja, uh, ja. Voor jou is dat misschien anders. Maar voor veel mensen die denken ja. Ik wil niet leven als een robot, dat zul je vaak ja. ook wel horen. Ja, weet je wel, tuurlijk, het is belangrijk om gezond te leven, maar ik ja. wil ook nog een beetje lol hebben. Ja. Hoe zorg je dat je voor een ondernemer die en al heel druk is, zijn sociale leven vaak al enigszins verwaarloost, ja. dat hij wel nog een leven blijft leven? Of ja. zeg je van nou ja, nee, dat is gewoon er is een commitment die er moet zijn, namelijk je moet gewoon vol gas gaan en dat betekent ook dat je bepaalde dingen gewoon niet meer kunt doen. Ja. Goeie vraag. Ik dacht inderdaad vroeger ook altijd van ja, als je zoiets gaat doen, dan moet je volledig erop in en alles hebben staan. En Brian Johnson had een perfect voorbeeld ervoor. zijn dus dat mensen die me niet kennen, zie wat je zegt, bedrijf verkocht. Alleen maar bezig met biohacking en zijn doel is om zo oud mogelijk te worden. Dus eigenlijk alles wat hij doet met het eten tot bakjes. En dan niet uh, een zand op meelprep, maar gewoon echt tot de nanocalorie bij wijze van spreken. Dat is geen woord, maar mini nauwkeurig bij wijze van spreken, dat hij daar terugkomt. Um, dat. Is niet benodigd binnen het vlak, helemaal niet voor ons als ondernemer. Om dat helemaal te hebben staan. Wat in mijn optiek het allerbelangrijkste is. Wat wij zien, wat, wat merken. En wat ik ook bij mezelf heb gemerkt. Um, is echt die bewustwording. Dus puur door bewust te zijn. Van, dat jij weet van. Ervan uitgaan dat je al relatief een basis hebt. Uh, en dus weet van. Oké, okay, ik, ik, ik wil gewoon meer uit mijn dag halen. Je hebt het gevoel van. Ik kan daar stap op zetten om daarop te sturen. Is dat door bewust te zijn van. Hey, ik kan beter. Um, I don't know. St stel je houdt van vis. En je komt terug uit die test dat jij niet goed gaat op Sardines... en wel goed op Zalm, bijvoorbeeld. En je vindt allebei even lekker. Nou, dan door die bewustwording kies jij ook voor Zalm. En dan maakt het niet uit of je super druk bent met... want al onze cliënten die zitten, al, zeg maar, qua, qua wereldwijze reizen veel. Dus die krijgen juist vaak de vraag van, ja, maar... maar Lukt het dan wel, zeg maar? Ik kan niet beter wachten tot ik een juiste periode heb. Maar daar zien we juist, zeg maar, met die bewustwording... is dan bijvoorbeeld op een diner dat je weet... oké, okay, dan kies ik voor uh, die zalm in plaats van die sardines. Of natuurlijk heb je tegen van dat soort voorbeelden... dat je hem daarop inzet. Dus ja. concreet van... Uh, eigenlijk juist op die bewustwording ga je... bewust, zeg maar, de juiste keus maken. En dat is het voordeel wat we ook altijd zeggen... van ja, het kost geen extra tijd. Want je eet al, je slaapt al, je traint al, je werkt al. Dat zijn sowieso dingen die... Wij als ondernemer zeg maar, er, erin hebben, zitten we ik die trainers, wil ik wat anders. Voor de meeste mensen zit dat erin. Maar het is meer de insteek van hoe effectief steek jij die dingen in die je al doet. Dat het geen extra tijd kost. En ja. door die momentum die je bouwt, mm -hmm. merk je natuurlijk wel weer terug dat je ook meer tijd krijgt in de vorm van energie, jezelf beter voelen, dingen die daarop terugkomen. Ja. Hoe doe jij dat nu zelf, Jorn? Want uh, dat weet je waarschijnlijk zelf ook wel gekscherend als wij het met mensen hebben over Jorn... We hebben ja. altijd over de robot Jorn. Ik heb daar veel respect voor. Namelijk ja. jij, voor mijn gevoel volg jij elk van de biohacker dingen uh, tot de perfecte aan toe. Ja. Uh, en uh, val je daar nooit van af. Ja. Ik merk aan jou dat je ook nieuwe dingen ontdekt hebt over de afgelopen jaar, twee jaar. Dus ik ben heel benieuwd in welke mate heb jij nu flexibiliteit en hoe robotisch leef jij op het moment? Ja, ja, leuke vraag. Um, veel minder dan eerst. Eerst ik, ik heb best wel een periode gehad met uh, echt. Super strik, bijna autistisch van oké, okay, ik moet zo laat slapen en ik moet dit opzetten en wat dan ook. Jorn kwam niet als je een meeting of iets had, bijvoorbeeld om negen uur ergens nee. zo, Jorn kwam niet. Nee, s avonds. Ja, 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 avonds. precies. Nee, je nee, bedoelt s'avonds. Nee, nee. Ja, ja, s'avonds. Avonds. Ja. was easy, dan was hij heel lang even. een ja. evenement tot elf uur, dan is Jorn om tot negen. Ja, ja, ja. 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 ja zeker weten. Um, toen wilde ik echt kijken of ik een beetje Brian Johnson in de vorm van... Echt, kijken van wat het effect heeft, maar ook wel een pitval waar, waar veel ondernemers zich wellicht onbewust in herkennen, dat je een soort van uh, veer op gaat bouwen, zeg maar. Dus wat ik merk is dat je hebt dus die mindset fase en als je dan in held gaat, dan krijg je heel erg de kennis vanuit held, maar hij bouwt ook een soort van onbewuste angst op als je zoveel mm. kennis hebt. Dus bijvoorbeeld, perfect voorbeeld. Ik had het toevallig gisteren nog met een cliënt over, is als jij weet hoe slecht kraanwater is, bijvoorbeeld, en als je die Pijpleiding heb gezien ook van als mensen het luisteren van zoek zeker niet op op uh, Google uh, van hoe Amsterdam bijvoorbeeld van de 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 zeg van water hoe dat waar dat doorheen loopt zoek het niet op heen. denk niet aan een roze ja, olifant <laughs> dan zie je dat van hoe extreem dat is zeg maar door ja. dat te, te kennen en te weten van als je als je als je het beeld voor je ziet dan ga je een effect hebben op van oké, okay, dit is wat kraanwater met me doet. En alles wat er uitkomt. Dus daar ik een soort van angst op. En vanuit die angst kan je zelf wel vastzetten. Wat ik dus zelf uh, ongeveer een jaar geleden ervaren. En jezelf je zelf vastzet in van... Oké, okay, dit zijn alle dingen die je moet doen. En dat levert juist zo'n stress op. Dus eigenlijk, ja. net als alles in het leven, is natuurlijk een bepaalde balans. Dus in mijn optiek is die bewustwording is mega van belang. Dat je in ieder geval wel weet van oké, okay, wat werkt en wat werkt niet. Maar je kan niet wilt doorstaan. En perfect voorbeeld dat ik gisteren. Uh, van, ik slaap meestal tussen 8 en 9. basis van mijn biologische klok. kan je terug zien, Aura met jouw midtemperatuurpunt, dus van, hoe laag die staat, kun je zien wat de beste tijd is om te gaan slapen, dat is voor mij heel vroeg bijvoorbeeld. Maar gisteravond had ik nog een diner gehad. Uh, en dat was uiteindelijk, toen was ik half 11 uh, als ik thuis. Dus voor mij doen is dat heel laat. Ik kan ja. begrijpen, als je normaal achter uur slaapt, mm -hmm. dan is dat laat. En ik wist dat ik vandaag deze podcast had. En normaal, had ik gezegd van, ja, dat ga ik niet doen, want ik wil fris zijn tijdens de podcast. Begrijp me niet verkeerd, dat wil ik ook zeker. Mm -hmm. uh, maar omdat ik nu wist van, oké, okay, dat diner is dat daadwerkelijk dat zo van waarde... met de mensen die er waren, de, qua netwerk en alles erop en eraan... dat dat een bewuste keuze geweest, maar dan wel... en da daar zit de truc, wel alle kennis hebben van... Dingen die ik dan doe, om dan toch te zorgen dat ik hier vanochtend nog fit zit. Ook al heb ik dan zes of zeven uur geslapen. is dingen die ik dan doe. Ik heb gisteren letterlijk, ik heb niet de toetje meegegeten bijvoorbeeld, weet je wel. Waar dan kaap zitten, zodat ik nog in keto zit. Ja. En dan van die kleine punten, dan kom ik thuis. Of aan onderweg had ik al magnesium meegenomen. Dus dan pak ik die magnesium, dan werkt het in, dan kom je direct in slaap. Dus eigenlijk al die kleine uh, dingen daar ben ik obsessief mee. Dus wat zijn kleine wijzigingen die je kan doen, bijvoorbeeld in je slaapkamer, in jouw office, nou, die ervoor zorgen dat jij meer uit je dag haalt, zonder dat je dat merkt. En dan, dan heb je in mijn natuurlijk balans. Dus dan heb ik ja. eind gisteravond heb ik een diner gehad en ik zit hier fris. Ja. En hoe komt dat? Door twee dingen. Door, en de bewustwording van je slaap is van belang. Ik weet wat, wat voor effect het heeft. En misschien nog wel belangrijker dat ik bewust ook weet van oké, okay, dit zijn kleine dingen die ik kan doen die niet extra tijd kosten. Uh, waardoor je veel meer die rust en dan wel de effecten hebt die je daarop inzet. Het is Mooi. gewoon weer een nieuwe uitdaging in positief leren omgaan met tegenslagen. Ik merk dat ook ja. wel. Je hele illusion of well-being rondom voeding en slapen en alles wordt allemaal vernietigd. Ja. En ik merk wel dat ik, ik heb ook nu nog steeds eigenlijk wel momenten dat ik, ik kan bijvoorbeeld echt boos worden als mijn slaap niet goed is. Mm. Ik kijk naar de klok en denk, teringzooi. Ik heb nog maar zeven uur. Ja. En dan ja. krijg ik agressie in mijn hoofd en dan lig ik een half uur wakker. Omdat ik boos ben dat ik te weinig slaap ga krijgen. en dus... ik nog minder slaap krijg. Ja. Klinkt ja. wel echt als een peuter als ik het zo uitspreek. Maar dat is wel wat, ja, wat ik dan ervaar. Ja. Ja. Mm -hmm. ja. Ik denk ook wel wat, wat ik heel erg tof vind om te horen. Kijk. Uh, uh, nogmaals, ik ben er ook echt jaren mee bezig geweest. Maar allemaal van inderdaad van wat je leest. Dat gaan toepassen. En dan bij jezelf gaan ontdekken. Wat is het effect? Ja. Dat heb jij ook jarenlang gedaan. Ja. Uh, alleen nu ook wel door gewoon eerst te gaan testen, weten waar je staat en wat eigenlijk die grootste obstakels zijn, waardoor je bijvoorbeeld, ik je gaf het net al aan, bloting, weet je wel, ja. dat je van die gassen krijgt uh, in je darmen. Ja, één, het ziet er niet zo uh, mooi uit, maar twee, het heeft ook gewoon effect op je lichaam en hoe je gaat presteren, je energie ja. en je focus. Ja. ja. Um, nou is het zo dat uh, wanneer je echt ziek bent, dan moet je inderdaad naar de dokter gaan. Ja dat is gewoon heel erg belangrijk. alleen dan heb je ook nog een hele gro grote groep mensen die gaan nooit naar de dokter, want die denken van ja, weet je het is, ik ben niet ziek, ik voel me niet optimaal, maar het ja, is natuurlijk voor mij geen reden om naar de dokter te gaan en dus dan heb je aardig hoge kosten. Ja. ja. Um, nou is het zo ook dat jij op een gegeven moment bent, nou, dat is volgens mij best wel recent, je bent gaan samenwerken met Billy Harris. Ja. En ook met een therapeut, als uh, je naam mag noemen, mag ze naam noemen. Ja zeker. Ja, Isaac. Zeker. Ja. Hoe um, ja, als je die naam noemt, of mensen dan ineens weten wie het is? Ja, therapeut wow, Isaac, Isaac. Er zijn waarschijnlijk ja. tien in Nederland alleen al. Ja, zoek op, Jorn, Volgers, Isaac. En dan weet je gelijk wie het is. Ja, hij nou, ja, heeft geen Instagram, uh, denk ik, maar <laughs> ik <heb> het Dus uh, <laughs> dan is het ook geen zin. <laughs> helemaal top. Um, maar met hun ben je ook aan de slag gegaan... om uh, dit ook wat toegankelijker te maken... Ja. voor uh, gewoon de massa. Want niet alleen ondernemers willen dit natuurlijk weten. Je hebt gewoon heel veel mensen die zeggen... Van, luister, ik wil weten... Hoeveel ontstekingen ik bijvoorbeeld in mijn lichaam heb, ja. hoe mijn schildklier op dit, op dit moment functioneert, hoe dat allemaal gaat. Um, ik kom dan altijd uit op die peperdure onderzoeken die duizenden euro's kost ergens ja. in, uh, in Hartje-Duitsland. Ja. En daar zat ik inderdaad ook Echt, over ja. na te denken. Man. Van ja. ja, je zet bijvoorbeeld elke maand een bloedtest doen. Ja. Full stack bloedtest. Met mijn kennis zijn dat best dure grappen. Ja. Die zijn 600 euro of zo. Ja. 600, 700 euro. Ja, ja. Maar jij, geeft dus, uh, maar jij gaf mij aan van oké, okay, ja dat kan ook anders. Klopt. Ja. Kun je daar wat meer over uitleggen? Zeker weten. Van, uh, je hebt inderdaad je hebt een hele range van testen. Je hebt een hele range van uh, marketingbedrijven natuurlijk ook die eromheen zitten. Dus die testen verkopen. Dus het is eigenlijk een soort van hoe testen werken. Is, je hebt altijd een lab. Daar wordt de test wordt gedaan. Dat is altijd echt de source. Dus waar je testen kan kopen, quote unquote Of waar je niet kan kopen, maar je testen doet. En heb je altijd... Tussenpersonen. Dus bedrijven die tussen die testen zitten. In Nederland heeft bijvoorbeeld bloedwaardetest. Je hebt mijn labtest. Um, en die verpakken de test mooi. En die geven een mooi rapport. Wat mega van waarde is. Helemaal als je start om daar dingen op in te zetten. Maar ze hebben natuurlijk ook wel een marge op. Dus dat je net de test koopt. En in principe zo'n bloedtest. Van al doe je een check-up. Dan zit je rond de 100. Uh, per maand. Per wijze van spreken, als je hem daar inzet. Dan heb je in principe voldoende markers. Uh, Bij voorkeur. Hoe, hoe meer, hoe beter. Um, maar wat, wat uh, meer van belang is, is om niet direct alles te testen zeg maar, binnen alle vlakken. Wel wat ik net zei is, je wil je DNA testen, je microbiome en uiteindelijk je bloedwaarde. Omdat dat sowieso een basis biedt van dat je weet van waar je staat. Maar wat wij aanraden, wat we dus met Isaac uh, opgezet hebben... ...is dat we juist gaan kijken van, uh, wat zijn bloedtesten? Ik sorry, zou zo eigenlijk een voorbeeld geven. Uh, waarbij je dus een beeld schetst van, oké, okay, wat zijn alle markers in grote lijnen... En waar zit grotendeels hoogstwaarschijnlijk het probleem? Dus in plaats van dat je echt in-depth gaat op alle uh, specifieke kleine, kleine markers... heb je meer een soort van hoog-over. Dat je kan zien van, hé, hey, hoe goed functioneert bijvoorbeeld... de je schildklier? Dus uiteindelijk voor je hormonen. Dus hoe zijn, in general, hoe is, hoe is je endocrine systeem bijvoorbeeld? Of hoe zijn je ontstekingen? Dus eigenlijk veel breder. En daarna kan je verdiepingstesten doen... om te gaan kijken van, oké, okay, stel ontstekingen zijn goed... Maar jouw schildklier is niet goed, bijvoorbeeld in de vorm van jouw hormonen, die zijn niet goed. En dan ga je dus dieper testen, en dan kom je dus op de T4, T3, zeg maar. Dan kom je echt op diepere uh, waarden, om te kijken: oké, okay, wat, wat is daar de oorzaak van? Dus eigenlijk zie je het als een soort van, uh, zeg ik een metafoor die ik opnieuw even op zeg, maar een soort van map die je hebt. En je, zeg maar, map is. Uh, met, met alle straten en alle wegen en wat dan ook. Uh, en dat map, dat ben jij natuurlijk als, uh, als persoon. En wat je kan doen, is dat je heel die map test. Dus dat je exact elke straat weet en dat overal alle naam bij staat. Terwijl het misschien niet nodig is. En kan, misschien kan zien van hey, deze straat zijn niet goed. Mm -hmm. En wat je bijvoorbeeld met. Uh, zo'n test heet een SKB-test. Dat is een bezinkingstest. Daar kan ik zo iets dieper op in. Is als je die map hebt, is dat. Wat zo'n SKB-test doet, is dat eigenlijk een soort van die map van bovenaf een foto maakt. Zonder alle straatnamen en zo. Dus we weten niet alle straatnamen. Maar we kunnen wel zien van hey, bij deze straat is nu file bijvoorbeeld. En daar is een opstopping. En dan kan je bijvoorbeeld in die map kan je inzoomen. En daar ga je kijken van oké, okay, welke straat is dat exact? Wat, heeft daar, wat is daar de oorzaak van? Hoe komt dat daar een file is? Oh, oké, okay, we zien dat de brug daarbij kapot is, bijvoorbeeld. Weet je wel, van, dat is maar in ieder geval dat je kan zien van, 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 <laughs> van hoe, dat, hoe dat terugkomt. Mm -hmm. uh, en dan ga je daarop inzoomen. En dat is. ...een voordeel van... ...en dat, dat noem je dus zo'n bezinking test... Uh, ...en daarbij kun je dus zien van... oké okay, ...wat zijn eigenlijk alle... hoog over alle markers... ...en daar kan je dieper op inzoomen... ...en het voordeel is dat is... Um, dat, hoef, dat, ...dat is geen duizenden euro, zeg maar... ...om dat, uh, om dat uit te zetten... Uh, nee. ...in plaats van wat je normaal in dat ziet met... ...als dus je alles gaat testen bijvoorbeeld met, uh, met scans... ...en wat dan ook... ...wat later van waarde kan zijn... Mm -hmm. um, ...maar ja alles testen heeft niet waarde... ...als je niet toepast natuurlijk. En die test heb jij dus uh, opgezet... ...ook met ISA samen... ...ja... En daar zit ook een soort van, uh, ja, niet een soort van, maar volgens mij zit daar een consultancy of zo aangekoppeld ook weer, toch? Ja, klopt. Ja, ja. En dat ze test doen is dat... Uh je krijgt het heel helder te zien van uiteindelijk van wat er terugkomt. Dus zeg maar al die waarden van die bezinking die daarna terugkomen, bijvoorbeeld die en zo waar ik het zojuist over had. Mm -hmm. Maar het kan nog steeds, en ik kan begrijpen ook voor deze podcast, wellicht, het is best wel technisch zeg maar. Dus dingen die daarna terugkomen met de woorden, met al die markers en al die componenten. Dus wat we nou bieden is dat we een call bieden, waarbij we over die uh, stats heen gaan en gewoon precies kunnen zien van, hé, hey, dit is wat wij aanraden om als vervolgstap te doen. Soms is dat een vervolgtest, uh, maar vaak is dat ook gewoon specifieke uh, wijzingen die we al kunnen doen. Dat we daarop kunnen doorvragen. Dus stel, uh, nou, om op die ontsteking te blijven bijvoorbeeld, stel we zien, ontsteking is hoog, de rest is allemaal, uh, allemaal goed. Stel ik je vetprofielen zijn goed, dan ziet allemaal goed uit. En ja, dan kunnen we bijvoorbeeld de vraag stellen, keer, wat, wat, wat eet je uh, gemiddeld op een dag? Uh, en hoe komt dat terug? En bijvoorbeeld, ik had, ik had vorige week nog een nieuwe cliënt, We kregen we de bloedwaarde van terug, alles was goed, behalve zijn CRP, die stond op 7, die wil ik sowieso onder 1 hebben. Mm -hmm. um, en toen ging ik van, hij at carnivore. Dus in principe goed qua, qua dieet. Maar de kans is heel groot dat hij carnivore at met graaggevoed vlees. Of zelfs grasgevoed maar grain finished. Of andersom. Er zit ook nog een heel wereldbuis. Ze we mogen het noemen. Maar dan is het eigenlijk nog uh, graaggevoed. Er zit nog ja. veel omega 6 in. En omega 6 heeft dan effect op die inflammatiewaarde. Dus dan kan je dat daarop terugzien. En wat wij dus doen in dat consult, is dat we dat eigenlijk in Nederlandse taal makkelijk voor je uitzetten. Zodat jij gewoon exact weet van, oké. Okay, dit zijn nu voor mij dingen praktisch die ik kan doen. Met mijn voeding, met mijn slaap, met eventueel vervolgstappen, met die test en wat dan ook. Om daar vervolgens op te sturen. En als mensen uh, zeggen van nou dit vind ik interessant, kunnen ze dan jou een DM sturen of zo? Ja, zeker weten, Ik kan uh, onzeker een DM sturen. Dus wat uh, we zijn nu bezig met. We zijn het ook helemaal aan het uitzetten. In, we willen een beetje Alex Ahoos. Alle informatie gaan we gratis weggeven. Dus ja. dat is eigenlijk juist ook gewoon die kennis, weet je wel. Want wat zijn er van kennis dat staat allemaal toch op internet zeg maar dus dat, dat krijg je zelf ook gevonden over alle buy-hacks en routines dus die, die hebben wij allemaal helemaal uitstaan in de cursus dus die kan je ook zeker vinden op mijn social media zie me zeker in daarvoor uh, voor dat vlak uh, maar waar echt de waarde zit is om die kennis te personaliseren en ik kan begrijpen dat is een hele reeks van ondernemers natuurlijk dit luistert sommigen zijn zo druk zeggen oké okay, ik wil weten wat voor mij het beste werkt en anders gewoon van waarom direct zo'n test te doen. Ik heb, ben ik ook startende ondernemers. ik zeg van hé, hey, weet je, zo'n test uh, investeren en zo. Ik, niet echt budget voor, maar ik wil wel die kennis hebben. Ik vind het wel interessant om te weten van wat zijn dan die routines en voeding. En hoe werkt dat en alles erop en eraan. En ja, dan kan je die cursus uh, bekijken. Dus zeker een berichtje op uh, Instagram. Top. En dat betekent dus eigenlijk, uh, mensen krijgen dan een test. Tenminste, ze kunnen een test dan via jullie aanschaffen. Ja. Krijgen daarbij een consultancy. En dan heb je ook nog de een soort van cursus erbij. Precies, ja. Okay. ja. Heb jij totaal geen behoefte aan zelfontwikkeling? Wil je niet eerlijk tegen jezelf zijn en kies je het liefst voor veiligheid en comfort? Dan is dat helemaal prima, maar dan zijn de volgende 60 seconden niet voor jou. Dus klik even lekker door. Maar wil jij jezelf wel ontwikkelen, eerlijk zijn tegen jezelf, achter je doelen aangaan? Dan moet je even extra goed opletten. Toen ik 20 jaar was en een beetje begon met ondernemen, had ik vaak een gevoel van hulpeloosheid, doelloosheid. En waarschijnlijk herken je dat gevoel wel. Ik wist niet wat ik wilde in het leven. Ik had geen idee waarom ik een studie ging volgen of welk werk ik moest doen. Laat staan dat ik wist wat mijn doel in het leven was. En toch had ik het gevoel dat ik iets van mijn leven moest gaan maken en dat ik daarvoor hulp nodig had. En die hulp kwam in de vorm van het boek Master Your Mindset. Vele van jullie zullen het kennen en dit boek heeft een enorme impact. Sterker nog, toen ik dit boek, nadat ik het uitgelezen had, aan mijn vader gaf, besloot hij na het lezen van het boek zijn baan op te zeggen en een volledig ander pad in te slaan met alle positieve gevolgen van dien. En nu heeft Michael Pilarjic, schrijver van het boek van Master Your Mindset, een nieuw boek geschreven. Een boek speciaal voor jou, jongvolwassenen van 15 tot 30 jaar. En dit boek helpt jou op weg als je nog aan het begin van je leven staat. Het bevat waardevolle lessen om je eigen koers te bepalen met praktische tips en oefeningen. Dus wil jij jezelf serieus nemen en serieus aan de slag gaan, klik dan op de link in de beschrijving en bestel het boek vandaag. Dan heb je het morgen al in huis. En jij gaf dus bij mij aan van, en dat vond ik wel tof, uh, heel lang geleden, nou ja, dan praten we denk ik over twee jaar, misschien tweeënhalf jaar of zo. Toen ontmoetten wij elkaar voor het eerst. Ja. Toen uh, gingen wij jou helpen met, met je YouTube, ja. met de eerste video's online zetten. Ja. Toen zei ik tegen jou van, ja, welke YouTube-kanalen vind jij nou vet? Weet je wel, wat, ja. waar kijk je nou echt tegenop? Toen zei jij, nou, ik ken een performance coach uh, genaamd Billy Harris. Ja. En hij zei van, hij maakt video's over biohacking, die vind ik echt hartstikke tof, die pas ik ook zelf toe. Uh, wat hij doet, doet hij fucking goed. Ja. Um, en uh, toen sprak ik jou weer laatst en toen gaf je aan van, ja, 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 ja. ik ben dus nu ook die course... Aan het opzetten met Billy Harris. Ja. Dus jullie zijn gaan samenwerken. Ja, ja. Kan je ons een beetje uitleggen hoe dat is gegaan? Ja, en wie zeker Billy Harris uh, het überhaupt? Want Billy Harris, ik heb uh, deze naam nog nooit gehoord. Ja. <laughs> zeker. Dus eerst, zeker uh, jongen, wie is Billy Harris? Ja, ja, ja. ja. ja ja lang verhaal Billy Harris is uh, uh, hij is niet mega bekend inderdaad, dus ook niet dus je hem niet kent qua, qua naam. Billy Harris doet eigenlijk wat uh, ik in Nederland doe dus eigenlijk het uh, optimaliseerde dus speak performance coaching dus echt ondernemers helpen met meetbaat maximaal uit zichzelf halen middels het optimaliseren van hun held. Um, doet hij in Engeland dus in Engeland had hij dat staan voor grote ondernemers zoals uh, Immagazzi, Cole Gordon, Bastian Slot uh, best wel grote grote ondernemers. Uh, en des nou, toen ik begon met ondernemen, toen uh, uh, Jeff mij uh, geholpen had destijds binnen dat vlak, toen dus zei hij al in die eerste meeting van, ja, kijk naar Billy wat hij in Engeland doet, zo is het interessant om een soort gelijk iets op te zetten in, uh, in Nederland. En ik merkte wat ik toen ook zei, dat ik daar zoveel inspiratie uit had, want voor mij was toen alles nieuw, want ik zat toen nog zo erg in dat mindset weet je wel fitness mindset brinta uh, eten ik zat heel erg daarop ja. en in één keer uh, kom je in aanraking met de wereld van hey je kan je slaap trekken. dat was voor eens dat ik aura zag dat je die stad ziet en ja voor ons als self-development junkies zeg maar dan is dat gewoon mega interessant om te zien van hey wat als je nou mee bij dat uitzet um, dus toen ik zo een beetje Billy codecode code leren kennen toen ben ik na de coaching van Jeff heb ik ook contact opgenomen met Billy om gewoon uh, bij hem coaching uiteindelijk te gaan volgen ook een tijdje gedaan ook voor mijn eigen kennis natuurlijk om dat uh, verder te verhogen en wat dan ook. En dat contact is eigenlijk altijd wel aangebleven. Gewoon af en toe via WhatsApp. Uh, niet echt in depth, maar gewoon, uh, ik ken dat wel, weet je wel. Dus af en toe gewoon even een contactmoment hebt, eens per half jaar of wat dan ook. Just a checking in En je zit allebei in dezelfde type mark natuurlijk van hoe dat, uh, hoe dat aansluit. Um, nou, toen de afgelopen uh, paar weken, toen uh, zijn er wat veranderingen geweest natuurlijk met uh, mijn P-Club, ook zojuist uh, zojuist over gehad. Dus uh, voor de mensen van, ik heb destijds gewerkt met Jamara Stefan, Besoot uiteindelijk om dat uh, stop te zetten, stukje met visie, dingen die daar uiteindelijk mee in lijn liggen. En toen dat uh, twee weken daarna, of ergens het weekend daarna of ergens binnen die wijze, toen had ik een zondag, toen had ik de uh, journal, toen had ik zojuist ook uh, over gehad. En toen stelde ik mezelf de vraag van oké, okay, wat zou voor mij nu uh, een persoon zijn die... Um, waarmee ik en samen wil werken, maar ook die voor mij uh, en ik ook voor hem, zeg maar, wat, wat gewoon synergie biedt, zeg maar. Dus wat is 1 plus 1 plus 3? Dus concreet, wat is een persoon nu in mijn leven van als ik die inbreng, wat zowel voor mij als voor die persoon expo exponentieel effect gaat hebben op persoonlijke groei, zakelijke groei uh, en alle vlakken die daarmee in lijn liggen. En toen werd het al best wel snel, Billy popt in me op, dat ik dacht, van, ja, Billy is wel een interessante persoon, helemaal van wat hij internationaal doet. Uh, wat ik merkte is wat, wat uh, hij heel goed doet qua een stukje marketing-wise, netwerk. Dus met Immigratie zijn best wel grote namen die, die hij uh, al geholpen heeft. Maar wat hij niet had, was uh, echt de systemen erachter, zeg maar. Dus het was nog standaard clickfunnels, uh, gewoon niet echt goed qua bedrijf, zeg maar, eromheen gebouwd. We hadden dus geen LinkedIn-pagina, ik zeg voorbeeld, maar van die hele kleine, kleine punten. En mijn kracht zit echt in het systematiseren van... Een bedrijf van wat meer het opschalen van hoe zorg je ervoor dat je alle systemen schaalbaar neerzet. Um, dus dan verhaal kort. Zeg maar toen kwam er in mijn brein even dat. dat Bewust van het moment dat dus ik dacht van oké, okay, Billy ga ik gewoon een brief sturen om te kijken van wat, uh, hoe is de connectie, zeg maar, van je wil niet zomaar zoiets doen, dat is best wel een grote stap, natuurlijk. Uh, maar gewoon kijken van oké, okay, laten we die call open insteken en kijken van wat, uh, wat er uitkomt. Uh, hij was met dingen bezig. Ik ben met dingen bezig, natuurlijk met die software. Alles erop en eraan. Dus ik dacht van ja, als het aangaan, is het best wel een groot vlak om, uh, om op te zetten. Ja. Maar uh, ik dacht, van, ja, is dus de gewoon een sturen en uh, contact gekomen. Toen inmiddels. Ik heb een belletje of uh, 5 à 10 gehad, tussendoor best wel flink wat persoonlijkheidstesten en alles er uh, doorheen gedaan. En toen kwamen we samen tot de conclusie van ja, dit, dit is een goede move. Dus uh, twee weken terug naar Londen geweest, alles, uh, alles opgezet. Of twee weken terug, iets langer ja. al terug, een maandje terug. Mm -hmm. Londen geweest, alles opgezet. Uh, en vanaf daar. Vet man. Ja toch? Dus dat is wel eigenlijk uh, wat vroeger dan je voorbeeld was. is nu gewoon zeg maar, een soort van je gelijke geworden. Ja. En nu zijn we samen gewoon wat vet aan het opzetten. Precies dat. Ja. Is die course ja. dan in het Engels of in het Nederlands? Ik was in het Engels. Engels. Ja, okay. ja. Clear. 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 Ja. Clear. ja. En maak jij die dan of maakt Billy die dan? Ja, dat is een combinatie. Dus uh, Billy gaat dat vlakken oppakken met echte uh, routines qua slaap, voeding, al die componenten. Dus ik zou zelf ook wel wat op insteken. Uh, ik zou grotendeels ook zitten op het uh, systeemaspect. Dus weet je wel, met die inboxeren wat we vorig over hadden, met dat brain uh, Dus ook voor... De mensen die toen destijds die podcast luisterden met van oké, hey, hoe zet je dat systeem exact op? Dat staat allemaal in die course natuurlijk uh, stapgewijs die je gewoon gratis kan, uh, kan bekijken en op kan zetten. Om daar de stap op, uh, op te zetten. Ja, dus concreet, daarvoor moeten mensen gewoon een DM, DM sturen met test. Alsof. Ja, ja. Test. Dus, ja. dus gewoon een DM sturen test. Laten we niet houden. zijn dus is dat test. Jokke, ik was op, uh, op Instagram. Ja, dan weet dan dan je gewoon één ding, woord wat je, waar je op moet filteren. Voor dat je uh, allerlei ja. verschillende DM's krijgt. Yo, zijn voor, ik heb de podcast gekeken. Yes. Juist. Ja. <laughs> Maak het jezelf ja. Zet dat gewoon in de beschrijving. En dan uh, stuur gewoon een DM met test. En dan, uh, ja, ja. En dan kunnen ze dus of kiezen om die test aan te schaffen. Ja. Echt helemaal, waardoor je dus ook een stukje bloedtest gaan doen en echt inzicht kunt krijgen in je eigen lichaam. Ja. Of je kunt kiezen alleen om in ieder geval eerst die course te gaan volgen en precies. een aantal systemen op te zetten, zodat je al beter weet hoe je bepaalde dingen kunt doen. Ja. En als je ja. jezelf dan een keer serieus wil nemen, mag je ook die test afschaffen, Precies dat. Dus inderdaad, als je een test stuurt, check okay, even oké, wat heeft je voorkeur van hoe zetten we dat in? Ben je super druk, wil direct testen, het uitzetten, dan kan dat. Ja. Uh, je zegt van nee, ik wil gewoon die course en ik wil dat precies zien. En via mij ook toegang krijgen. Dat is het voordeel ook van dat je deze podcast geluisterd hebt als luisteraar. Uh, want dan gaan we die course, gaan we wel uh, afschermen met hoeveel mensen komen. Dan daar inkomen. We willen wel echt de community, ja. zo de community is in school ook. Dat we ja. daarop uh, op inzetten. Zit het in school? Ja, het is het, in is school. Een, het ja. zit in school, ja. Oh, lauw, Ja, ja. gisteren met Hamza, die zit ook uh, in ja, school, man. Ja, die gaan hard uh, inderdaad. Ja, ja, ja. zeker. Als was mijn nummer 1 of zo. Uh, ja. ja, dat, ja, dat is echt wel tof gedaan, gamification en zo. Jullie ja. Ja. Uh, zijn eigenlijk net te laat voor de school games. Ja, van games wel. Ja, wel. Die komen vast ja, nog een maar keer. wel. Nog, zeg maar de, er is nog geen, uh, die, die gaan wij claimen, zeg maar de positieve zin. Geen topcommunity van ondernemers die allemaal bezig zijn van hé, hey, hoe haal ik het maximaal uit mezelf? En dat is nou. de performance ja, health. Okay. en health. De, en daar de stap op. Dus uh, nice. in de course zelf, uh, concreet, uh, wat gaan mensen leren? Wat, Goeie. Uh, hoe, waar gaan ze achter komen? Ja, dus wat, wat eigenlijk precies wat we vandaag zeiden. Is van je hebt zoveel routines. Je hebt zoveel uh, dingen die je kan doen. Maar ja, wat werkt nou echt? Is wat in die core staat. Is, uh, ik doe het nu vier jaar. bill doet het zeven jaar. Ik co coaching en alles erop en eraan. Is dat uh, we hebben al die kennis hebben comp compressed. Dus van hey, wat zijn de dingen die echt werken... Voor ons als ondernemer. Dus ook inderdaad wat je net zei, zonder dat je als een robot dat leven te uh, heen moet. En dat zeg maar, het, het helpt optimaliseren je doel wordt. Uh, is dat we echt gaan kijken van wat maakt het een middel? Hoe zorg je ervoor dat het weinig tijd kost? En dat bijvoorbeeld eigenlijk die dingen die ik net zei: van zij hebt een keer een late avond. Zoals gisteren diner. Dat dus je weet van oké, okay, wat kies je daar? Hoe ga je naar bed? Hoe zorg je ervoor dat je alsnog fit wakker wordt en al die componenten? En allemaal super praktisch qua uh, eigenlijk alle biohacks, alle health optimization, dingen die je voor jezelf kan doen om daarop te sturen. En dan concreet is dat slaapoptimalisatie, voedingoptimalisatie, uh, secure gut health, zoals we net zeiden met als je die bloating hebt bijvoorbeeld of jezelf metaal, uh, dat mindset gedeelte. Ook van hoe komen we erachter van hey, wat is mindset en wat is iets vanuit je biologie? Ook die testen, van oké, okay, hoe lees je zo'n test? Uh, je gaat de test zelf doen. Gewoon eigenlijk alle informatie van hoe je dat, uh, dat opzet. Plus hoe jij meer controle terugneemt over uh, je schermen, je tijd. Uh, en echt het systematiseren van je tijd, zeg maar, dat je dat praktisch kan, uh, kan uitzetten voor veel meer uh, rust, met natuurlijk. Nice. Laten we even dan dieper ingaan uh, op het stukje uh, tijd en aandacht. Ja. Ik denk dat uh, dat ook weer iets is waar we allemaal op stru mee struggelen. Ja. Um, ik merk het zelf ook wel, sommige dagen is mijn schermtijd op mijn telefoon een half uurtje. Andere ja. dagen is het acht en een half uur. Mm. ligt het een beetje aan wat ik moet doen. Uh, natuurlijk zit daar ook grotendeels gewoon een stukje werk achter. Ja. Um, maar dit is best wel een probleem wat we tegenwoordig hebben. Um, wat heeft, uh, wat, ja, hoe zeg je dat goed? Hoez, um, wat voor gevolgen heeft een gebrek aan aandacht en tijd. Voor een ondernemer. Mm. Goeie. Uiteindelijk wat je merkt is: in het heb je twee dingen. Dus je hebt een stimulus en een respons. Als je klapt, duift die vlieg weg. Wij als mensen hebben daar ruimte tussen, natuurlijk voor. Podcast kort, kort op ingestoken. Uiteindelijk, als je um, continu reageert op die stimulus. Dus je wordt wakker, pak je laptop erbij, opent je laptop. Je gaat in de chats. Je chats een soort van jouw to-do-lijst, je inbox. Je laat andere mensen jouw leven leiden. En zo ga je de dag door. En dat effect ervan is dat je in de avond lig je in bed en dan kijk je terug op de dag en denk je, shit, wat heb ik vandaag nou echt gedaan? Als je nog zo'n goede intentie in de ochtend van, ja, vandaag ga ik dit en dit en dit doen, um, maar dan voel je je heel erg geleefd. Je voelt je heel erg aan, je gaat heel die dag ga je door. En de antwoord op de vraag van wat voor effect heeft dit, is dat je bouwt eigenlijk een soort van loop van momentum, waarbij je dus heel druk bezig bent, alleen dat jij niet meer de grip hebt, is een mooie woord ervoor, of van waar je exact naartoe gaat. Dus je hebt heel erg het idee van oké, okay, ik word wakker en dan gaan we dingen doen. En op lange termijn, in mijn optiek, en ook wat ik terugzie bij cliënten en wat dan ook, zorgt dat voor burn-out. Hm. En burn-out is iets wat ook vaak wordt gezegd als. Uh, een beetje twee wil natuurlijk, mensen die zeggen van ja, burn-out is boos en wat dan ook vanuit mindset perspectief. Gelopen vanuit biologisch is dat niet het geval. Zeg maar. Je kan echt terugzien als mensen dat hebben vanuit cortisol en wat dan ook, van hoe dat uiteindelijk daar, daarop terugkomt. Um, maar dan concreet wat je dus gaat merken is, zeg maar, door die aandacht dat dat minder is heb je het gevoel dat je uit controle raakt. En dat komt op alle vlakken terug. Dus dan begint natuurlijk met bijvoorbeeld dat je je taak niet af hebt voor die dag. Dan begint het uiteindelijk dat je chats achterlopen. Maar dan gaat het steeds dieper. Dan is het uiteindelijk dat je niet meer... Uh, weet je wel, Dat je niet meer bij het avondeten kan zijn als vader zijnde bijvoorbeeld. Of dat je niet meer... Uh, uiteindelijk dat doel voor jezelf helder hebt. En dan zo een soort van een slippery slope. Ook wat Jordan Peterson altijd zegt. Mm. Dan zit je in die downward spiral. Mm. En in mijn optiek zeg maar door weer controle terug te nemen. Dat is ook hoe komisch het ook klinkt, zeg maar, voor alle... En natuurlijk die testen doen we in het begin dat we al die data hebben... maar het eerste waar wij met ondernemers mee starten... vroeger was dat altijd slaapoptimalisatie en voeding en wat dan ook... maar het is juist dat, die minimum om daar weer controle over terug te nemen. Dus eigenlijk weer controle terug over je aandacht. Want als, je, als we dat niet hebben... dan merken dat ze of niet op de meetings komen... of dat ze, weet je wat, te laat komen. Zeg maar, al die, al die componenten die daarmee in lijn zitten. Um, maar door, dat, door daar controle over terug te nemen... Ga je merken dat je veel meer rust en overzicht hebt. En vanuit daar kun je echt praktisch die systemen inbouwen. En belangrijker nog, dat het ook blijft. Weet je wel, dat het niet. Want dat zie je zo vaak met fitnesscoaching van um, ook precies wat je zegt. van Veel mensen ervaren dat zeg maar binnen binnen dat vlak van ikzelf voorok. Dan ga je iets doen, dan heb je dat even staan. Dan ga je soort van naar het piek, piek van jezelf. En dan onbewust ga je zelf saboteren dus zeg van oké, okay, nu heb ik dat piek behaald. En dan ga je weer terug naar je standaard en zelfs daaronder. En dan, dan uiteindelijk is het er zo laag. Denk je van shit, ik moet er iets aan doen. Ik moet uh, afvallen of aankomen, of wat je doel dan ook is. Mm. En, dan ga, en zo zit jij continu in die, in die, in die cycle. Ja. Ja. Ja, ja, en dat gaat over een maand dan? Hè? Over maanden. Ja, ja, ja onbewust ja. gaat over maanden. Ja. En dan als je terugkijkt, als je dat helemaal uitzoomt, dan zeg maar in een periode van vijf jaar, sta je eigenlijk nog, op basis van wel waar je staat in dat, in, zeg maar in dat spectrum, Kut. maar eigenlijk nog waar je staat in die vijf jaar. En in mijn optiek, wat het grote verschil is. ...is niet wilskracht, want dat is het gewoon een bepaalde tank... ...wat niet heel veel gaat veranderen zeg maar over de jaren heen. Dat wordt juist minder. Mm -hmm. Maar door het bouwen van een systeem. En stap 1 is dat het systeem is dus om de controle terug te nemen... ...over waar je aandacht naartoe gaat. Dus die stimulus en respons uit elkaar halen. Dus die stimulus dus weghalen. Ik vond net al geweldig dat er bijvoorbeeld de story gemaakt moest worden... ...dat je appblok erop had staan. Ja. Dus dat uh, je niet zomaar op Instagram kan bijvoorbeeld. Dat je zelf bewust bezig bent van... ...hé, hey, wanneer krijg je die stimulus dus binnen... Dus jij je mind veel meer die rust geeft. En eigenlijk belangrijk nog, en dat is eigenlijk antwoord op je vraag, is dat jij meer flow ervaart. En flow, dat is gewoon de staat van ons als mens. Wat gewoon de meest optimum state is zeg maar, van well-being. Van het meest gelukkig zijn wij in flow. Want als je dit luistert, of ook voor ons natuurlijk, van als je terugdenkt. Uh, iedereen kent wel een ochtend bijvoorbeeld dat je gewoon helemaal uh, verzonken was. Of in, al is het een film, al is het je werk. En je was gewoon helemaal verzonken. Je was de tijd vergeten. Je zat er gewoon helemaal in. Ja. En dan in één keer was je eruit. Dat is voor ons als mensen gewoon het gelukkigste moment wat we kunnen ervaren: ja. in de flow zitten. In de flow zitten. En dat onderbreek je. Als je continu pingers hebt, als je continu je aandacht alle kanten op gaat, die taken hebt, je WhatsApp opent en staan alle chats, dan zit je gewoon minder in flow. En dat is dan een vorm van korte geluk. En dan niet uh, geluk in de vorm van happiness en een big smile, en wat dan ook. Maar meer jouw well-being, zeg maar. Van hoe jij je voelt uh, mentaal. taal. Het leuke is dat zie je dan ook weer terug in aura met je HV bijvoorbeeld. Dingen daarmee in lijn liggen. Uh, maar concreet is flow is daar een grote van. Ik merk dat nu ook heel erg zelf. Ik merk ook dat ik bijna een soort van mentale problemen kan ondervinden, ook door het feit dat je daar niet in geraakt. Ik heb dus bijvoorbeeld afgelopen zomer, zoals ik zei, dieet gehad. En daarin had ik het ja. met mijn vriendin elke keer over, we gaan niet terugvallen. We gaan ja. niet terugvallen, we houden het vast, we voelen ons veel beter, veel sporten. Da, da, da. Tering hard terugvallen. Mm. Sporten te weinig, vreten te veel te vaak weer, gewoon bullshit. Ja. En ik merk dat ik daar mentaal bij mezelf, dat ik eigenlijk gewoon weer wal van mezelf. Dat ik denk van, what the fuck, je hebt ja. een afspraak met jezelf gemaakt... Yeah. En nu ben ik toch weer hetzelfde peasant gedrag aan het vertonen dat ik keer op keer weer vertoon waarin ik terugval. Yeah. Yeah. En dat is wel iets wat ik interessant vind, dus ik ga ook zeker die course in school wel checken. Yeah. Ja, je gaat gewoon heel vaak jezelf saboteren, man. Uh, ik heb appblok, yeah. ja, appblok zet ik nu elke ochtend weer uit. Yeah. Omdat ik denk, ja, maar ik moet snel even mijn appjes, want ik heb een opnameweek en ik moet wel bereikbaar zijn. Yeah. En zo yeah. heb ik gewoon langzaam elke keer weer iets nieuws waarin ik me saboteer, waardoor ik over een maand of drie uiteindelijk gewoon netelijk geen enkel van mijn goede habits meer heb. Yeah. Ja. Dan krijg ik een soort van mental breakdown. Denk ja, ja oké, okay, ik moet dit echt weer gaan opbouwen. Dan ga ik het weer extreem opbouwen. Ja. Maar ik val altijd weer terug. Ja. Hoe zie je dat bij de mensen waar je mee werkt? Ja, ik vind het super uh, ook herkenbaar wat je, wat je aankaart. En eigenlijk belangrijk ook nog wat je zegt. Is, en dat zie je vaak terug op. Uh, ook als je helemaal uitzoomt, zeg maar bijvoorbeeld op die vijf jaar. Precies wat je zegt. Is dat qua mindset zit daar, weet je wel. Want je wilt de dingen doen. Dat is waarom ook mensen die dat luisteren, zeg maar, je luistert niet voor niks. Iedereen die bezig is met dit, is gewoon bezig met zelfontwikkeling en al die componenten. Dus dat wilskrachtaspect, dat is niet zo heel verschillend tussen mensen. Natuurlijk, je hebt een vorm van discipline nodig. Maar ik geloof dat mensen, nogmaals, die dat luisteren, die hier zitten, persoonlijke ontwikkeling, dan heb je dat echt wel staan. Wat belangrijker nog is, en dat zien we dus ook terug bij cliënten die het vaak hebben geprobeerd. Is als je een terugval hebt dan heeft dat effect op jouw precies wat je zegt, op het mentale aspect en eigenlijk en dat is onbewust, dan begin je aan jezelf te twijfelen en dat, dat is gewoon zwaar zeg maar in de vorm van want je, je hebt die wilskracht, je doet die dingen, alleen je val je terug en ga je aan jezelf twijfelen van fuck, lukt het mij wel zeg maar ben ik wel die persoon, terwijl het eigenlijk dus uh, qua context als je dat dus bewust maakt van de testen, inziet van hey dat komt doordat stel, je microbiome, slecht voorbeeld qua, of heel simpel voorwoord, maar je microbiome heeft iets nodig uh, dat je een bepaald dieet volgt, wat dan niet mee in lijn ligt dus bijvoorbeeld, vaak fitnesscoach dieet natuurlijk, dus uh, zelf een fitnesscoach geweest waarschijnlijk uh, laag calorieën, relatief high cap. bloedsuiker gaat alle kanten op, en als je dan terug ziet van hey uiteindelijk gewoon wat, wat terugkomt, is niet zozeer dat, dat het niet lukt qua mentaal, qua wereldskracht, maar als je lichaam gewoon een bepaalde benchmark heeft waar dat staat en dat het daarna terug neigt, zeg maar. En dat je eigenlijk tegen die benchmark ingaat, dus dat dat zo onnatuurlijk voelt. En daarom voelt het ook als wilskracht en pushen en wat dan ook. Um, en dat je lichaam daar niet op aanpast, want die, die heeft gewoon iets nodig zeg maar binnen dat vlak, puur vanuit de biologie. En dat het daarop terugkomt. En dat zien we inderdaad ook vaak terug bij cliënten. En helemaal als dat vaker, zeg maar, zich voordoet, ja dan onbewust, en dat is echt belangrijk om te noemen onbewust, want qua ego is dat niet iets wat, wat we, wat we ontwikkelen natuurlijk, maar onbewust komt dat terug. Is je dan gaat twijfelen aan de identiteit van hey, weet je, ik kan er nu alweer starten, maar ja, dan val ik toch wel weer terug, weet je wel. Dat zijn dan dingen die je tegen jezelf gaat zeggen, terwijl mm -hmm. het niet zo hoeft te zijn. Uh, door die bewustwording, dus door zeg maar te testen, te weten van oké, okay, dit is wat echt werkt, en als je daar de stap op zet. En dat wil ik niet, zeg uh, maar voor luisteren, het is echt wel een vorm van discipline wat erbij komt kijken. Het is niet alleen maar uh, roze wolken en het gaat automatisch en wat dan ook, dat verre van. Maar ja. ik geloof wel dat als jij een duwtje geeft en jij weet uiteindelijk wat voor jou het beste is, dat je dan echt iets bouwt wat dat het beter is voor je lichaam. Want dat is uiteindelijk wat jouw lichaam wilt. Zeg maar. De vorm van iets wat voor je lichaam het beste is. En dat uh, als je dus iets doet wat frictie veroorzaakt, ja, dat er daar tegenin gaat. Uh, en dat het niet werkt als uh, een, een positieve vorm van, van stress, bij wijze van spreken. Maar dat het juist gewoon werkt dat je lichaam terug wil zakken naar, naar de standaard. En dat is exact de reden waarom je. Uh, zigzag, bij spreken waarom heel veel mensen in dat patroon zitten en dan ja. kijk ik terug naar vijf jaar geleden dus je lichaam hetzelfde fysiek is hetzelfde mentaal is hetzelfde uh, dat is net als je op toppunt punt, zit een toppunt. je toppunten zit een verlager puntje het is allemaal emoties natuurlijk maar uh, en dat is echt en dat vind ik zo meegeslaan testen hetzelfde als met je bedrijf Want als je dat ziet dan kan je dat ik van vijf jaar geleden waren dit mijn bloed waren, waar het dit Was dit mijn microbiome? Zeg maar. Was dit hoe goed mijn lichaam was in het opnemen van eiwit bijvoorbeeld? En nu zie ik hoe goed het hier is. Dus je hebt gewoon letterlijk een lijntje. Hetzelfde met aura. Ik heb laatst toevallig uh, ook een toffe training ge gegeven. Waarbij ik zelf mijn aura-sets uh, terug ging checken. Drie jaar terug. En toen ik startte was mijn remslaap was, uh, 30 minuten. Oh. Nu is die anderhalf uur, zeg maar, ja. voor de mensen die dat niet kennen, is hoe metaal uh, fit jij eigenlijk bent door de dag. Eigenlijk een soort van fragmentatie voor jouw brein. Dus hoe fit jij je overdag voelt, hoe goed je focussen en al die componenten. Uh, anderhalf uur is, is prima, zeg maar, maar het is meer het effect wat terugkomt van gemiddeld, hoe groot dat verschil is. Zodig mijn slaapscore was 66 toen ik startte, die is nu gemiddeld 85. Uh, en dat komt dan terug om energie en focus en wat dan ook. Dus ik weet van hey, door de tijd heen. Ben ik dus meetbaar echt improved? En dan lang antwoord op, uh, op de vraag, maar hoe wij dat terugzien bij cliënten? Is door het uh, eigenlijk uit je hoofd te halen en te kunnen zien van hey, oh, dit is wat gaande is. Dan heb je echt iets praktisch om na te sturen. En dan weet je ook van kijk okay, dit, dit is het enige wat ik hoef op te lossen. Zeg maar. als, dit, ja. als dit er goed uitziet, als al deze markers in range zijn, dan voel ik me goed. En dan is het een hele andere, um, je gaat je focus echt op het, op het doel en ook de processen die dat doel realiseren. In plaats van... Uh, ...van oké, okay, ik ga dit nu aanhouden om iets te doen bij wijze van spreken. Er zit ja. een ander verschil tussen, omdat je het meetbaar maakt. Wat is op dit moment nu, uh, als we het toch een beetje hebben over slaap, jouw HRV? Mijn HRV, die is, die is, ik moet zeggen, deze week is echt, ik zit op recordweken. Een uh, paar dagen terug was hij 180. Dat is echt voor mij wel het hoogste. Dus voor mensen die HRV niet kennen, staat voor Harder variability uh, Stel ik jouw stress, dus hoeveel stress jouw lichaam ervaart. En hoe hoger, hoe lager uh, je stress. Dus hoe beter jouw sympathische en parasympathies met elkaar communiceert Zo kan je het beste zien. Um, het is gedeeltelijk genetisch bepaald. Dus sommige mensen hebben een lagere HV. Dus dat kun je terugzien in DNA, bijvoorbeeld. Uh, mijn HV is voor belangrijk om te benoemen, is gemiddeld. Dus dat in dat gemiddelde HV is 100. Dus dat ook mijn HV is niet bijzonder hoog vanuit mijn DNA. Wat zoals mensen op Instagram uh, in de term zeggen. Um, maar dat dit, dit zijn componenten die daar terugkomen. Ik had toevallig gisteren in mijn journal gezet. Dat ik een inzicht had. Iemand die dat zei. Is dat ik geloof dat juist dat brain dumpen. En die mentale rust. Dat. Onder andere naast het natuurlijk van al die bloedwaarden en stats, zeg Maar dan komt het daar natuurlijk op, uh, op terug. Want dat brain heb ik een hele grote is om die mentale rust te hebben. En dat dat terugkomt ook in je HV. Um, dat je daarop uh, op inzet. Maar gemiddeld, antwoord op de vraag is 140, 150. 140, 150 is aanzienlijk hoog. Ja. Voor mij is, uh, rustig rustig ja, uh, 25. Ja. Consistent. Ja. Soms 14. Ja. ja. ja 25 een... zeg je. Maar hij is lager. Nou, hij, nou, het zit rond de 20, 25. Okay. Mm. Dat dat hij ja. eerst in het begin bij jou op uh, min 1 zat. Nee. Ik nee. <laughs> heb zo in begin. Nee, nee, ik heb gewoon momenten gehad dat hij op 11 zo zat. Ja, ja. 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 ja, ja. ik voel wel echt de... zeg maar, als, als uh, zeg maar dit in combinatie met metalen en zeg maar met, met terugval, zeg van maar, al die componenten. En ja, dan moet er iets aan in je biologie man. Van qua precies, zeg qua mindset, dingen die daar aan terugkomen. En dan Helemaal voor mensen ook want uh, het is dus genetisch bepaald van waar je HV staat. Fijn is dan aan de lage uh, kant, zeg maar, van hoe dat, uh, hoe dat terugkomt. De kans is gewoon groot dat, zou je gaat het testen, dat je ziet dat, of kan echt van alles zijn, natuurlijk. Maar dat je leven bijvoorbeeld onder stress is. Dat je bijvoorbeeld, stel, dat zien we heel vaak terug bij cliënten, is die hebben hun bedrijf opgeschaald, stressvolle periode. Door die stressvolle periode gaat een van jouw meest intensieve processen in je lichaam, wat jouw darmsysteem is, gaat minder effectief werken. Dus krijg je leaky gut, noem je dat. Krijg je gaten in je darmwand. Mm -hmm. Normaal heb je kleine gaatjes, die zijn 4 tot 7 nanometer. Maar met leaky gut worden die gaten 300 tot 500 nanometer. Dus krijg gewoon grote gaten in je gut. Daardoor komen de eiwitten in je bloed. Dus krijg krijgt een hoge IgE. Die IgE is ook ervoor dat je lichaam een immuun- Reactie geeft. Dus eigenlijk een soort van: hé, je zit te zijn aanvallers in ons lichaam. Ik ga daarop reageren. Energie en zo wat lager. En door die immuunreactie reageert je zenuwstelsel daarop. En dan heb je bijvoorbeeld een lage AV. Het kan zijn dat je leaky gut hebt, bijvoorbeeld. Het kan ook te maken hebben dat je lichaam, dat was in mijn geval toen ik het testte, uh, door stress, uh, door een stressvolle periode dat uiteindelijk jouw... mijn lever ging minder effectief werken. En je lever is voor belang voor het detoxen van je lichaam. Dus het afvoeren van alle toxines en gifstoffen. En door meer gifstoffen ook in je bloed te hebben. Ook dan heb je die immuunreactie. Ook dan heb je dus een lage HV. Dus bijvoorbeeld wat voor mij echt een mega-change heeft gebracht op mijn HV. Waardoor die van 75 tot 100 naar uiteindelijk 150, 180 is gegaan. Zijn het sauna's bijvoorbeeld. Super groot. Omed. Dat is echt een hele grote. zoals mensen een HV... Uh, zeg maar, als je dat direct hoger wil hebben, is hoe eerder jij eet. Voor Brian Johnson eet de laatste maand om één. Uh, van hoe eerder jij eet, hoe hoger jouw HV gaat zijn. Omdat je zenuwstelsel dan beter verteert natuurlijk. En dan meet het in de nacht. Dus dan zijn ze net sowieso wat hoger in de nacht om het zo te bloemen. Um, daar kan je heel praktisch op sturen. En ook dit is wel weer persoonlijk. Voor sommige mensen is het niet goed namelijk om heel de dag te vasten. met mensen namelijk voor one meal a day. Dus je zegt gewoon één grote maaltijd op een dag. Zo ook ik nu zelf doe. Ja. Um, maar zo kun je dat voor jezelf monitoren. Waarbij het eigenlijk continu een soort van parabool is. Zeg maar in HV. Dus je wil niet zoveel stress geven. Zeg maar dat je jezelf achteruit werkt. Maar ook niet zo weinig dat die ook weer laag komt te staan. Zeg maar. Dus het is die sweet spot zoeken. Ja. En als je dat goed hebt staan en weer daarop sturen. Maar om dat te doen, uh, weer wel weten wat in je lichaam gaan Is dus stel je hebt bijvoorbeeld je leven die meer stress is. Of kan echt van alles zijn nogmaals. Um, dan kun je een stap voor eens kijken voor hoe dat terugkomt. We hadden gisteren met uh, Hamza gesproken, nou, dat hadden we al eerder in deze podcast ook benoemd. Ja. En ik, voel, ik stelde hem deze vraag van ja, uh, Omed is uh, ook weer iets wat de laatste tijd veel meer, ja, ook weer uh, training is. Hè. Je ziet het vaak ja. voorbij komen. Ja. Volgens onderzoek wat ik tot nu toe ben tegengekomen, is het ook nog wel goed te onderbouwen ook. Ja. Um, en ik vroeg aan hem van ja, doe jij het dan? Hij zegt van ik doe het niet, omdat ik door het fitnessen uh, gewoon vaak op een dag wil en moet eten. Ja. Uh, anders merk ik gewoon dat het fitnessen minder goed gaat... dat ja. ik veel minder energie heb, et cetera. Maar hij zei van als ik niet zo fanatiek was met fitnessen... dan had ik het zeker gedaan. Ja, ja hij gaf zelfs aan dat hij, het, dat hij het wisselt per periodes. Dus als hij een periode ja. heeft dat hij mentaal de grind in moet voor zijn business... Eet hij daarop anders, dat bijvoorbeeld meer low-carb, ja. et cetera. Ja. hij zegt, als ik sportprestaties wil optimaliseren, ga ik meer carbs eten... en ga Cis. ik zorgen dat mijn lichaam daarvoor geoptimaliseerd is. Ja, ja. ja. Dat is wel interessant. Dat is dus... Uh, je, je hebt bepaalde omstandigheden, hè. Uh, en daar moet jij jezelf ook op gaan aanpassen. En Dan heb je misschien... al, hey, Je hebt jouw platform, je hebt je baas, je fundament... je weet bijvoorbeeld wat je bloedwaarden zijn... Ja. Um, daarop kan je dan weer gaan zeggen: Oké, okay, ik weet dat ik uh, ABC moet doen om optimaal te presteren, maar dat is voor nu. Ja. En wellicht in de zomer uh, staat de klok net anders, uh, hoef je misschien net wat, uh, wat minder hard te werken, kan je wat meer relaxen, heb je misschien in de tussentijd een vriendin gekregen. Dan ja. is de situatie alweer heel erg anders. Want bijvoorbeeld, kijk, one meal a day, kijk, ik denk opeens, ja. Het triggert mij wel. Laten we dat uh, een keer gaan proberen. Precies, ja. Alleen, ik, ken, ik kan ook wel begrijpen, als je bijvoorbeeld een vriendin hebt, dat je zegt van, nou ah, luister, uh, mijn vriendin houdt er niet echt van als ik om één uur s middags ga eten en om zes uur moet zij helemaal alleen gaan eten. Want dat is toch wel een momentje wanneer je samen iets aan het doen bent. Ja, nou. Hoe zorg je daar dan in die combinatie? Ja. Oké, okay. jij je je, uh, je, je bent een beetje net als ik. We kunnen gewoon gassen, we kunnen zeg maar alles ja. aanpassen aan ons. Jullie ja. hebben gewoon allebei niet? nog geen relatie. Dat is gewoon... We een... <laughs> zijn gewoon fucking loners. En straks komt het, er een ding. vrouw bij en dan moet je bijraken. ineens allemaal... Ik ben heel benieuwd <laughs> hoe dat voor jullie anders gaat zijn. Ja. Want ik zei het heel onaardig. Maar meer van... Ik ben heel benieuwd welke impact dat heeft. Dat je straks bijvoorbeeld vrouw, kinderen, dat soort shit hebt. En hoe ja. je daar dan mee omgaat. Ja. Want ja. ik ervaar dat als een uitdaging. Ik denk met mij meer mensen. Ja. Um, ja, ik ben benieuwd hoe, dat, uh, hoe je daarmee omgaat. Ja. ja, ik denk dat één ding het belangrijkste is, is uh, dat komt ook een beetje terug op dat punt. Dus gewoon communicatie. Mm -hmm. Dus dat je aankaat hey uh, kijk, het leven wat wij hebben is geen normaal leven. En de vorm van ook ondernemers die te luisteren, heeft gewoon meer verantwoordelijkheden. Dus in mijn optiek heb je alle recht om jouw leven echt te zien als topsporten. En dat de mensen om je heen, door het op een juiste wijze te communiceren, ook um, jou helpen. Door te begrijpen dat jij je leven insteekt als een topsporter. Dus dat je op tijd slaapt, dat je goed eet, dat je al die componenten hebt. En dat het niet perfect hoeft te zijn. Ook wat we net zeiden, dat betekent niet dat je echt op de minuut in bed moet liggen. Dat je alles afzet, zeg maar, een beetje Brian Johnson stel. Dat in mijn optiek niet, zeg maar, om daarop te sturen. Maar het is wel weer dat je uh, ten je bewustwording hebt. Dat je weet van, oké, okay, wat, wat werkt specifiek voor jou goed? Wat dus geen extra tijd kost. Uh, en communicatie. Dus als je aankijkt van, hé, hey, zij heeft de relatie uh, van hoe... Ik dat zou insteken op dat uh, punt, dus dat ik zou aankaarten van: Dit is waarom het voor mij zo ontiegelijk belangrijk is. Ik zou wellicht um, zeg, ik nu wel ik wil zeggen, van ik zou wellicht iets laten gaan slapen. Moet ik zien van hoe dat terugkomt? Ik verwacht niet dat dat uh, zich voor gaat doen, maar in ieder geval dat ik wel aankaart. Oké, okay, dit zijn mijn tijden van hoe dat staat en gewoon communicatie, gewoon, uh, gewoon key is. En ik denk ja. ook een beetje uh, het ja claimen zeg maar in de vorm van oké okay, dit en ook voor jezelf weten waarom je het doet zeg maar dat is dat is al het ja. ja waarom doe je dat um, maar als je dat zo goed voor jezelf weet dat mensen dat ook onbewust respecteren gewoon weet je wel in de ja. vorm van oké okay, hij zegt dat hij gaat vroeg slapen uh, mensen bouwen een identiteit om je heen van oké okay, ja als dat persoon die vroeg slaapt bijvoorbeeld die die dat wil hebben zeg maar die daarop staat dan, dan respecteren ze dat um, en jij hebt daar de benefits van zeg maar de positieve ja. zin ja. En zij het is wel ook, grappig dat uh... Daarom zijn vaak gespierde mensen ook gewoon dom. Dat zie je toch altijd: domme krachten. Omdat je je brein niet kan optimaliseren. voor goede focus en optimalisatie. als je de fitnessdieet volgt. Dat kan niet samen, man. Ja. Dus Kasten zijn de altijd de dom. Eten te veel carbs. <laughs> ja. Kunnen ja, niet goed nadenken. Over. Ja, ja, ja. Ja, maar je zit wel een sterk punt. Van, er ja. zit echt wel een groot verschil tussen ook. wat ja, je ja, zegt goed. met hoe jij jouw voeding wil insteken. met wat is je doel Er staan ik qua doel, als je doel en dat is om. kijk, maximaal muscle gain. Keto, OMED, zeg maar verre van dat dat optimaal is. Alleen als ondernemer qua tijdsefficiëntie bijvoorbeeld, waarom ik zelf OMED doe, is de mentale helderheid die je hebt, die is insane. Omdat je lichaam, uh, eigenlijk heel simpele woordvoering, Je bloed zit gewoon in je brein en niet in je darmen, Simpele woordvoering. Dus veel mensen zit je in sympathisch in plaats van parasympathisch. Dus je bent eigenlijk meer gestrest in de positieve zin. Uh, en als je hebt gegeten bij je parasympathisch. dan merk je ook van als je de focus hebt gehad, weet je wel, je ochtendblok en dan eet je. En dan... Ja, dat zet als je, je eet, je focus in. is weg. En je drinkt je mm -hmm. insuline, dus dan heb je ook weer de neiging om meer te gaan eten. Dus je, je gaat over eten nadenken. Dus OMED is eigenlijk een soort van hack waarbij je gewoon uh, het badge. Dus dan heb je gewoon één uur waarin je alles eet. Dat is niet optimaal, want je moet aan je calorieën komen. Dat is wat lastiger natuurlijk in OMED. Zeg maar, qua... je hebt minder uh, eiwitsynthese natuurlijk, omdat je minder die momenten hebt. Dan kan je wel wat kleine hacks tegen doen, maar... Je kan bijvoorbeeld los IAs of uh, IAA's pakken, dus uh, essential amino acids voor je workout bijvoorbeeld. Dus dan breek je je vast. Maar heb je wel nog een kleine eiwitsynthese die daarbij meepakt. Wat leuk eigenlijk voor ook als je in ochtendsport sport met hebt. Maar um, concreet, je wil dus echt gaan kijken van oké, okay, hoe ziet jouw leeftijd uit? Wat prioriseer jij? Is dat maximaal fitness gain, muscle gain? En ruil je daar dus, uh, uiteindelijk je mental clarity voor in, om het zo te benoemen? Of wil je maximale mental clarity? En ruil je daar wat muscle game voor in. Natuurlijk, je kan beide hebben. Je kan nog steeds gewoon spiermassa opbouwen in OMED en andersom. Je kan ook nog echt wel focussen als je carbs eet. Dus meer van, oké, waar wil jij, waar optimaliseer je voor dat je hem daarmee in lijn zet? En die ja. bewustwording ook daar weer bij, um, is om aan dat besturen. Plus, inderdaad van om jouw leven soort van in fase in te zetten. Van hey, dit is een fase waarbij bijvoorbeeld het Hamza zegt van ik wil nu juist focussen op mijn fysiek. Maar als ik echt mentaal moet focussen, dat je gewoon jouw... Tools hebt of een soort van toolbox dat je weet van oké okay, als ik met daar ga focussen dan maak ik die switch naar keto en omad bijvoorbeeld om hem daarop in te zetten dan heb ik nog wel een van de laatste punten waar waar ik met jou over wil hebben en dat is dan een stukje uh, sport want ja. wat ik heb gemerkt is dat op het moment dat ik uh, volledig op uh, sport wil gaan en dat kan zijn bijvoorbeeld uh, op kickboxen of Eigenlijk nog erger met fitness. Bijvoorbeeld, uh, ik zeg, van, ja, ik wil uh, muscle gain hebben inderdaad. Ja. Ik ga fitnessen. Maar als ik dat goed wil combineren met ondernemen, fitnessen helpt mij niet echt voor die mental clarity dat ik daarna weer ga werken. en Dat ik denk van, ah, nou, nu voelt mijn brein weer hartstikke fris. Terwijl ja. als ik bijvoorbeeld een half uur ga hardlopen, dan ja. denk ik, oh, weet je, ik, ik heb meer rust uh, en ik kan beter nadenken. Ja. Hoe pas je dat zelf toe? Ja, goed. Je hebt inderdaad uh, van hoe intensief je sport natuurlijk effect op je lichaam. Plus ook van hoe je dus eet. Van wat voor effect het weer heeft op bijvoorbeeld je zenuwstelsel. Dus stel je gaat, nou, stel je doet crossfit. Je gaat in de ochtend en je eet weinig carbs. Super heavy op je zenuwstelsel. En je hebt dan bijvoorbeeld een lage HV of dingen die daar terugkomen. ja dan is dat gewoon een klap. En dan ga je merken dat je focus minder is. Dat je meer die brain fog hebt en dat het niet positief werkt. Uh, maar als jij traint op een wijze dat minder heftig is voor je zenuwstelsel. ...of Juist jouw HV bevordert, dan heeft het positief effect. En antwoord op de vraag: van hoe ik dat zelf bijvoorbeeld doe, een van de grootste ook effecten weer op mijn HV is het toepassen van HIIT training, dus high intensity interval training. Ook juist nu, nu ik OMED doe, dus om de dag in de ochtend um, ga ik naar buiten en dan langs de gracht sprint ik gewoon een paar sprints. Dat is letterlijk 5 à 10 minuten en dan ga ik weer naar binnen om de dag. Dat uh, is heel kort, dus ook niet heel extreem of wat dan ook. Dat heeft eigenlijk geen effect op, uh, of ja, heel licht op mijn focus, zeg maar, die ochtend na, maar Dat is bijna niet merkbaar. En de positieve effecten die dat heeft op mijn hv zijn groot, dus dat is super positief. Um, ik heb de afgelopen twee weken een switch gemaakt dat ik ook in de avond sport, in plaats van in de ochtend. Dat is niet optimaal voor uiteindelijk een lage hartslag zeg maar, dat je daarop inzet. Wel uiteindelijk, voor, zeg maar ook voor de beeldvorming... ...ik zit nu in de fase voor uh, werkperformance. Dus volledig gefocust op mentale clarity, werk en wat dan ook. En dan wil ik in de sporten niet laten interferen zeg maar, met mijn dag... ...en met van hoe dat daarop terugkomt. Dus dan doe ik het als in de avond. Dan is mijn brein toch al uh, dood zeg maar, qua de meetings en wat dan ook. En het is gewoon prima, maar dan ja, ben ik niet fris als in de ochtend bijvoorbeeld. Om dan maar gewoon mijn lichaam door een workout heen te halen. Maar als ik zou sporten echt om het maximale uit sport te halen... Dan is dat sowieso tussen 8 en 9. Zowel voor mij persoonlijk. Ook dat kan je, kan je testen natuurlijk. Um, tussen 8 en 9 qua tijd, Hoog cortisol. Uh, is je lichaamstemperatuur niet het warmste. Dus qua PA's en zo ga je dan niet, niet uh, behalen. Maar wel uiteindelijk qua... Metaal qua focus en de input die je kan geven met sport. Um, kun je hem daarbij in de ochtend zetten. Maar nogmaals, dat is persoonlijk binnen dat vlak. Als mensen dit luisteren. Ook van hoe je dat zelf praktisch kan toepassen. Raad ik aan om dus... Ongeveer drie keer in de week een vorm van Hit te hebben. Dus die high intensity interval training uh, houdt weg in dat jij in een korte tijd jouw hartslag zo hoog en zo laag mogelijk probeert te krijgen. En dat continu daartussen schommelt. Dus bijvoorbeeld als je sprint, heb je hebt een 160, 170 bijvoorbeeld. En dan, uh, dan neem je bijvoorbeeld 90, of, uh, 90 seconden neem je rust. En dan zakt hij dan 120, 110. En dat doe je dan vijf keer. En dan gaat hij op en neer. Dat is supergoed voor uh, uiteindelijk jouw vo 2 Max ook. Dus voor je zenuwstelsel. Als je dat twee of drie keer in de week doet, dan stop. En dan daarnaast uh, ook toepassen met van hoe jouw lichaam uiteindelijk van wat jij wilt met je lichaam. Bij mij is dat bijvoorbeeld een stukje hypertrofie. Dus aankomen van spiermassa. Zit ook benefits aan aan longevity en alles erop en eraan. Uh, en dat je daar dus specifiek bijvoorbeeld in de gym een schema bij opzet. En dan perfect is als je nog één of twee keer in de week iets van uh, sport doet. Met bijvoorbeeld padel of tennis of uh, iets wat meer endurance wise zeg maar. Als je hem daarop inzet. Uh, om zeg maar dat helemaal compleet te maken zeg maar als je hem als je daar absurde dat en hoe zou vaak train je dan nu uh, per week? Uh, ik train dagelijks nu voor mezelf, uh, waarbij soms is een dag dat, dat ik dat niet uitkomt, dus dan uh, ga ik niet zeg maar binnen, binnen dat vlak. Ja. Ik heb voor mezelf dagelijks, het is niet het is niet beste. Uh, in de vorm van, of ja, niet het beste ligt er ook aan van bijna optimaliseerd. Ja. Maar in de vorm van, ik merk voor mezelf dat als ondernemer, dat ik dagelijks fijn vind, waarbij ik dagelijks een half uur tot 40 minuten train. Dus niet meer zoals vroeger was met anderhalf uur, twee uur, maar gewoon een half uur, 40 minuten. En voornamelijk het aspect dat het dagelijks is. ik niet meer, ik kan niet meer met mezelf negotiëren, zeg maar. Mm. dat had ik toen ik push, of toen ik uh, upper lower body deed bijvoorbeeld qua hypertrofie. Dan was het van ja, dan ga je twee dagen achter elkaar, dan ga je één dag niet, twee dagen achter elkaar, dan twee dagen niet bijvoorbeeld. Um, maar dan kun je negotiëren... van ja, van is vandaag niet ga, dan kan ik morgen gaan. En dan gaat die stem in je hoofd gaat dan uh, dingen verzinnen bijvoorbeeld. En dan ga je dan niet. Is ja. wel belangrijk te dat je bezig bent met ondernemen en wat dan ook. Dus voor mezelf dat van de hek is om te zeggen van oké, okay, ik ga dagelijks, het is het niet echt niet kan qua tijd en wat dan ook, waardoor je kan niet negotiëren... zeg maar. Ja. En je maakt de routine aan weer een uh, code 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 systeem. Zo'n hele Doe je dat ja. dan? Uh, moet dat in de ochtend? Laat zo zeggen. Moet. het Optimaliseerd. Voor mental clarity als ondernemer, zijnde als dat echt je volle focus heeft, dus je wilt goed gaan ondernemen, kan je dan het beste hardlopen of hit doen in de ochtend? Of zeg je nou om zes uur 's avonds is ook prima, boei? Niet veel. Ja, het ligt een beetje aan hoe jouw lichaam uiteindelijk uh, functioneert als motor. Dus je kan het licht dan het beste zien als je hebt drie typen, of je hebt twee typen motors en je hebt een middenmotor die we uiteindelijk hebben. Je hebt een motor die volledig brandt op carbs. Dus dat zijn vaak de fitnesspersonen. En dat is ook van hoe wij zijn opgevoed vanuit de schijf van vijf. Van de basisschool. 50% carbs. Altijd wat je gehoord hebt gekregen. Je hebt een vetmotor. Daar zitten heel weinig mensen in. Dus dan ben je vet adapted. Dus dat betekent als je keto uh, eet. of juist low carb. dan heb je ooit een switch gemaakt. van in plaats van dat je verbrandt op koolhydraten. dat je verbrandt op vetten. En het liefst wat je hebt. is dat je een hybride motor bent. Dus dat je lichaam kan switchen. Dus dat het. Ik ben nu geen hybride. ...omdat ik nu in keto zit, dus mijn lichaam gaat heel goed op vet, ...dus mijn energie is super stabiel. Maar als ik nu carbs zou krijgen, dan heb ik direct een dip. Terwijl stel... Uh, ...iemand die sport en carbs eet en wat dan ook... ...die kan daar gewoon prima mee omgaan. Die heeft wel qua focus alsnog gewoon met insuline en wat dan ook... ...maar die gaat daar beter mee om. En dus stel ik antwoord op de vraag met wanneer je sport... ...als je in de ochtend sport... ...stel je bent vetadapted, adapted, dus je eet low carb, keto... Uh, bijvoorbeeld nu in mijn geval... Uh, ...dan is het van waarde om op lege maag... ...in de ochtend bijvoorbeeld te sporten omdat jouw lichaam dan die free fatty acids... Dus dan dan ik, jou, uh, ik jou, jouw vet, om het simpel te benoemen. Die kun je dan toepassen om te sporten en daar ook energie uit te halen. Uh, met, en dan heb je nog met ketone en wat dan ook. Dat is een hele repertoire, zullen we er nu niet in gaan. Dus dan ben je verder adapted. Als jij meer carbs eet, um, dan is het van waarde om... Voordat je uh, de workout doet, om daar een maaltijd voor te hebben. Dus ook een carb maaltijd, zoals fruit of iets van honing of wat dan ook. Uh, liefst niet iets wat superhoog je bloedsuikerspiegel spijkt. Uh, en dat kan je dan beter wat later op de dag doen omdat je dan uh, je kan ook in de ochtend maar dan ja dan heeft het sowieso effect als ondernemer zeg maar op je dag dat je hem daar dat uh, je hem daarop inzet dus concreet als je kaap zet raad ik aan om dat in de middag uh, in de middag te doen oké okay, clear. Hey, als laatste vraag iets uh, waar we namelijk heel veel mensen een mening over hebben je haalt net keto aan ja er zijn best wel veel mensen die zeggen als je de rest van je leven keto bent, dan flikker je op je dertigste neer dat mm, je kan ja. niet lang leven zonder koolhydraten ja Volgens mij zit jij meer in het kamp dat keto wel iets is wat je long term gewoon kunt volhouden, of niet? Um, ik vind keto is, je wil keto cyclen. Dus uh, okay. uh, en dat keto voor de mensen, keto houdt in dat je helemaal geen kaap zit inderdaad. Uh, en helemaal is dat 0 gram of is dat wel soms groente of hoe moet ik dat ja, zien? Ja, dat is onder 50 gram. Uh, ja. Waarbij je, je bloedsuiker dus niet piekt, dat is het belangrijkste. Dus je kan alsnog wel 50 gram uit keto gaan als je dan... ...alles puur suiker en één keer 50 gram dan ga je uit keto. Ja. Maar overdag heen zeg maar wil je niet je bloedsuiker uh, pieken. Dus je eet dat wel... ...je kan zelfs wat blauwe bessen eten en zo. zou ik niet aanraden. Of keef, is zit alsnog wel wat um, kaps in... ...waardoor je toch wel meent dat je iets meer uit keto komt. Mm -hmm. um, maar in general wil je zoveel mogelijk vetten en eiwitten inderdaad eten. Dus je hem daarop inzet. En het voordeel is wel is dat... ...voegedags hadden dat, dat als je eiwit eet in ke keto... ...dat je uit uh, keto raakt... Nou, dat is niet het geval. Dus jouw lichaam kan gewoon prima in keto blijven, ook als je eiwit eet. Ik heb zelfs een tijd uh, weer als guinea pig zeg maar heb ik zo'n uh, zo uh, kennen jullie dat? Zo'n bloedsuiker uh, zo ja. Heb we ook opgehaald? Uh, ja, op, uh, op. mega. Ja. En dan heb je ook voor keto. Dus uh, voor ketonen dus kun je gewoon continu ketonen meten ja nou, dus wellicht wat wel Chinese voor mensen ketonen is een soort van we zijn net van je lichaam is kapot dus ze gebruikt het koolwater als main brandstof je lichaam heeft nog een soort van tweede reservingsbron, dat zijn ketonen dat is een andere energiebron voor je lichaam dat is eigenlijk een soort van overlevingssysteem en dat is ook waarom mensen dat zeggen van jij ja, kan niet levenslang in keto zitten want verhoogt inderdaad wel je cortisol en de vloog ligt jouw LDL dus jouw cholesterol wordt verhoogd omdat je gewoon meer vet binnenkrijgt daarom ben ik zelf fan van om te switchen tussen keto en low carb dat je wel je lichaam blijft um, dat je niet volledig uh, insulineresistent wordt omdat je helemaal geen carbs meer eet ja. en dat als je een keer carbs zit dat je gewoon helemaal uh, dus je lichaam gewoon let ik niet weet wat het moet doen met, met de carbs dat is wel het geval als je in keto zit het gaat als stel ik zou ik net zou ik nu kap zit, dan is dat het geval maar dan ben je binnen een week ben je, ben je weer terug dus dan weet je lichaam weer van hoe dat uh, toe te passen dus concreet in mijn optiek en dat niet de rest van je leven in keto, zonder dat je uit de keto gaat. Maar qua main lifestyle, als het bij jou past, zeg maar qua, uh, als je veel metalen werk moet doen, dat is eigenlijk voor veel ondernemers, en je hebt die switch al gemaakt van, dat wil je niet, uh, ook niet als je deze podcast luistert, je wil niet in één keer keto gaan, want dan ga je echt heel shit voelen voor twee weken en dan kik je af en wat dan ook. Maar als je al low lokaal zit, je kan een transitie maken, je kan het stapgewijs kan het uitwerken. En ja, dan ga je merken dat het echt positieve benefits heeft... ...in de vorm van mental clarity... ...bijvoorbeeld uh, gisteren nog uh, uh, met een cliënt... Uh, perfect voorbeeld... Um, ...overgewicht... Uh, ...super druk ondernemer... Uh, ...hij heeft al, al alles al geprobeerd... Uh, toen kwamen we erachter ook met uh, uh, hoge inflammatiewaarden, bijvoorbeeld, dus ook vanuit die suikers. Toen een keto gegaan. Hij nou, is van 102 kilo nu naar inmiddels uh, rond de 95 uh, gegaan al in een paar weken. Gewoon puur door keto, dus de Energie is beter, uh, veel stabieler is het beter in zijn vel. Uh, dus dan is dat een perfecte oplossing voor veel mensen. En het belangrijkste is: dat is het allerbelangrijkste, is. Je hebt gewoon heel veel brand in je lichaam. Dus je hebt geen honger met het afvallen bijvoorbeeld. Ja. Met fitness. En dat is wel echt wat je ziet met bijvoorbeeld fitness diet, Wat je wellicht zelf ook ervaren met Katering het afvallen. Van honger. Ja, dan heb je veel honger <laughs> omdat je continu ja. suikers. Je ja, meer gestresst, meer gerust. Ja. Uh, en met keto is gewoon je, geen grapje, je vergeet om te eten. Gewoon letterlijk ook met OMAD. De enige reden dat ik nu elke dag, dus vast eigenlijk 24 uur elke dag. Of 23 uur dan. Elke dag. Uh, omdat je lichaam gewoon vetten kan gebruiken als brandstof. Dus ook als het op is in je maag. Dan pakt het gewoon letterlijk vetten uit jouw vetstores. En als je lichaam de hele tijd carbs geeft, eigenlijk een soort van een lucifer is van energie. En als dat altijd dat heeft gehad en dan heb je die lucifer niet. Dan weet je lichaam niet wat te doen. En dan kan het niet die switch maken. En dan helemaal nog, bijvoorbeeld in het geval van fitness zit, als er nog wel die kaas blijft eten. dan wacht het op die lucifer. Dan word je geïrriteerd. Heb je honger. Dan, dan heb je lage bloedsuikers. Je focus is minder. Ja. Want dan denk je alleen maar aan eten. En dan maak je jezelf veel zwaarder. Dus dan is keto van waarde. Ja. Uh, dus daar weer je net tussen, tussen balancen. Oké, okay, dan heb ik mijn allerlaatste alle, alle vraag. En dan uh, paas ik hem door naar Koen, want die heeft vast ook nog wel een vraag. Hoe eet jij dan op een dag? Want je eet omet, dus je eet one meal a day, of in ieder geval in een uur eet jij alles wat ja. je moet eten. Ja. Je zit in keto. Ja. Uh, je houdt rekening met uh, de juiste verhouding. zodat je wel nog hypertrofie de spiermassa kan opbouwen. Ja. Uh, dat vind ik een heel interessante puzzel. Dan mag jij voor <laughs> mij leggen wat je dan precies eet in dat uur. Want daar ben ik wel benieuwd naar. dan Ja, zeker. Dus eigenlijk het allerbelangrijkste. en dat, is ook, uh, dat geldt voor elk type dieet. is gewoon high protein. Dat is echt wel belangrijk dat je gewoon eiwit zeg maar, prioriteert. Mijn bron van eiwit is wilde zalm. Altijd specifiek van belang om als je vis eet om kleine vissen te eten. Dus smash is daar een mooi acroniem voor. Dat staat voor zalm, makreel, anchovis, sardines en haring. Grote vissen zitten namelijk, die zwemmen langer in de zee, dus hebben alle kleine visjes gegeten. En die zijn rijker aan. Dat noemen we iets van heavy metals, de dus zware metalen. En zware metalen die uh, roesten in je lichaam, zo kan je het beste zien. En dat heeft dan weer effect op een stukje energie, fog, dingen die daar uh, op terugkomen. Dus altijd kleine vissen. Dus bij mij specifiek is dat wilde zalm. Sardines, uh, of sardines zeg ik, uh, anchovis. Goed voor mijn microbiome. Op dat moment is dus specifiek in mijn geval uh, goed toepasbaar. Ook rijk aan uh, uh, omega-3 natuurlijk. Als jij vis uit glas, zeg maar, zoals bijvoorbeeld anchovis, wil je altijd even checken dat de olie goed is. Dus uh, je kan uh, anchovis eten, maar als het in de zonnebloemolie, dan, ja zit je zelf nog steeds uh, omega-6 uh, te voeren, zeg maar, met ontstekingen en wat dan ook. Um, wat ik eet op mijn wilde zalm is... Uh, Edelgistvlokken, dat is nutritional yeast, noem je dat. Dat is specifiek voor keto, is dus rijk aan vitamine B. Ook daar hebben we mee te maken. Vitamine B heeft een effect op je ATP-productie en uiteindelijk jouw energie. In general is je mitochondria. Dus vitamine B is enorm van belang als jij la lage energie hebt, als je focus niet goed is. Uh, en dan wel weer zo natuurlijk dat je lichaam dat goed omzet. Um, ik pak soms, niet altijd, en dat is dus voor die hybride motor om soms aan te zetten, pak ik kefir. Uh, kefir is gefermenteerde melk, dus rauwe melk. Uh, rauwe gefermenteerde melk van geiten uh, <laughs> dat is dan heel specifiek en de reden daarvoor is dat koeienmelk is aan, rijker aan uh, lactose nou, lactose kennen natuurlijk veel mensen dus dat zorgt ervoor als je dat drinkt uh, je lichaam heeft gewoon niet de juiste enzymen om dat goed te kunnen verteren dus dan ga je dan merken dat je meer die brain hebt en wat dan ook voor dus van geitenmelk zit minder lactose in en dan zit er meer MCT olie in is wellicht uh, allemaal te technisch. Uh, maar dat houdt simpelweg in dat jouw lichaam MCT-olieën. Uh, die bypass digestion, zeg maar. Dus die gaan direct in jouw brein. direct een vorm van energie voor mee ketonen. Dus dat pak ik soms in keto. En er zit dus wel wat carbs in, zeg maar. om dat te, te balanceren. Um, daarnaast we hebben we een maaltijdstuk van Peak Nutrition. Dus eigen maaltijden, biologisch. Uh, daar pak ik een maaltijd van. Dus uh, vis Jasini. Dus dat is schelvis met uh, wat kruiden erop. Ook super puur, uh, ook al staat natuurlijk op mijn, uh, mijn microbiome. Um, ik ben een vrachtman denk ik. Ik pak daarnaast allemaal nog wat uh, handige sapjes erbij om zo te benoemen. Die drink ik ook overdag. Dus Appelselvinnenke bijvoorbeeld. Dat is goed voor je maagzuur, voor je vertering. Uh, Gembersap, aloë sap. Uh, alo -vera -sap. Ook dat is supergoed voor uh, dus wat we net zeiden met die leaky gut. Ik had het een jaar geleden ook. Dus door die stress zeg maar, gaat in je gut. Kun je aloë vera dat plak van jouw gut dicht. Waardoor de absorptie van jouw nutriënten een stuk hoger is. En dat zie je dan weer terug in je bloedwaarde. Bijvoorbeeld je vitamine D-waarde. Aloë -vera, vera, vera die je gewoon in de winkel kan kopen. Mogu, mogu. ik <laughs> het, het elke dag. Ja, ja aloë vera uh, kan je gewoon bij de ecoplaas halen. Dus uh, ja, ja. je hebt of sap, dat is iets makkelijks. kan je gewoon drinken. Maar je kan ook gewoon, uh, en dat is wel het beste, is, uh, die heb ik thuis ook van die, uh, van die bladeren. Van die aloëveren bladeren. Uh, die snijd je open en dan kun je gewoon, die kun je gewoon uitlepelen. Het, het smaakt nergens naar, nou, het is gewoon een soort van uh, gel. Maar het is echt super goed voor je guts. Echt voor de mensen, en voor sommige mensen denken van nu waarschijnlijk ook van ja, dat is waarschijnlijk zo'n heldgoer. En dat is te extreem en wat dan ook. Maar qua als jij merkt dat jij bloeding hebt, of als jij merkt dat jouw digestion niet goed is. kan van alles zijn. Dus dat jij veel te vloeibare ontlasting hebt. Of dat je gewoon, dat je... Uh, stress, zeg maar, een, een oncomfort hebt in jouw gut. Aloe vera is gewoon het bondemiddel, zeg maar, om het uh, om op te lossen. Dat merk je ook direct. Dus als ik wat, wat ik daarbij pak. Um, bone broth. Dat is uh, collageen. Dus dat is uh, bottenbouillon. Ja. Dat zijn een beetje dingen die ik uh, eet. En zelf als zo'n wat dingen top of mind die missen. En, en, en die sappen doe je dan uh, gedurende de dag? Ja. Of doe je die dan wel ook in dat uurtje? Gedurende de dag, ja. Okay, want dat ja. zijn ook calorieën, toch? Zijn ook calorieën, maar verwaarloosbaar. Dus uh, apples in vinegar heeft uh, echt, uh, wat is het, uh, 7 of uh, 8, 10 calorieën. Dus in principe is dat verwaarloosbaar voor het breken van je vast. Hetzelfde gaan met gembersap, hetzelfde gaan met sap. Dus dat, is geen, dat zijn geen sapjes met, Het is geen fruitsap, verre van. Zeg maar, suikers wil je nooit drinken. Heeft een mega effect op jouw insuline en bloedsuiker. Er uh, zijn geen sappen waar suikers en zo in zitten. Het is gewoon puur, uh, bijvoorbeeld sap is gewoon uh, water met gember, zeg maar. Er zit ook ik bijna geen calorieën. Het van Albert Heijn uh, met 60 7 op. Ja, precies. Ja, nee, ja, wel ja. gewoon uh, puur alles 100% uh, biologisch en puur. Okay, en met die appelzijde vind um, ik het ook wel eens genomen. Ja. Ik krijg dan last van mijn maag. Oké, okay, ja, ja, ja. Maar ik, ik kan het gewoon zijn omdat ik dan. Poesie of hem. Hoe durf je dit nog te zeggen? Nou, de hele <laughs> maar is, goed, is goed. Maar is dat normaal? Heb je dat vaker gehoord? Ja. Is dat, uh... um, ja dat is direct wel heel specifiek maar azijnen zijn rijk aan histamines en het kan wel zijn dat je dan een histamine een lichte histamine intolerantie hebt dat je dat merkt en voelt um, dat het daarmee te maken kan hebben okay. of het heeft te maken in het general dat dat jouw maagstuur dat dat uh, te heftig voor, voor je is zeg maar qua dat je dat drinkt je dat terugmerkt qua alcohol en dat geldt dus echt met alles um, en dat is dus ergens leuk maar ergens ook wel een beetje context van de podcast van ja Sowieso, de basis hebben, dat is, dat is van waarde, weet je wel, van uh, discipline wel iets van routine zijn als basis, maar zoals ons, als je daar al staat en echt die vervolgstap wil zetten en te kijken oké, okay, hoe systematiseer je dat? Mm -hmm. En dan weer dat testen. ik denk, dit is weer een perfect voorbeeld van uh, waarbij apps vind ik als je het zelf opmerkt, ja, dan zal het niet extra positieve effecten hebben, zeg maar, van als het niet goed voelt op lange termijn, uh, om dat uh, toe te voegen. Ah, maar de histamine is wel interessant om te checken. Leuk, duidelijk. Duidelijk, dankjewel uh, Johan voor uh, alweer... Uh... Bijna twee uur aan content met ja. allemaal helft, yes. ja. uh, tips en tricks. Is voor iedereen, als je er meer van wil weten, klik op de link in de beschrijving. Ja. Ga naar Jorn's Instagram, stuur hem de DM-test. Ik zou je aanraden om die test ook daadwerkelijk te gaan doen. Ik heb ook wel weer duidelijk dat ik weer even wat dingen moet gaan testen. Dus uh, ja. ik ga Jorn ook een DM sturen met test. Yes. <laughs> en uh, ga sowieso die hele schoolcourses uh, kijken. Want daar uh, ja. zit waarschijnlijk een hoop uh, boeiende informatie bij. Ja, 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 precies. Ja, dat ja. En echt niks weggehouden van, Daar staat alle informatie. Ja. Dat vind ik een beetje Alex mooiste. Dat kennen veel mensen natuurlijk wel. Ja. Dus gewoon alle informatie en dan echt eens te personaliseren. En ja, dan is het van waarom te testen. Vernietig die illusion of well-being. Precies. <laughs> ja. Jorn, dankjewel, man. Dankjewel, Tot je de volgende. Daag. Super. Tot volgende, Ciao, ja, man.